Stel voor dat wij beginnen. En u ziet het icoon al misschien in beeld. Deze vergadering wordt opgenomen. Dat is ook omdat wij normaal gesproken openbare vergaderingen hebben. En nu hebben we besloten dat deze vergadering wel geopenbaard wordt. Zodat mensen kunnen volgen wat wij vanavond doen. Dus dan weten we dat ook. Maar niet livestreamen, omdat dat de nodige consequenties in de techniek ook met meebracht en ondersteuning. Nogmaals, hartelijk welkom aan en ieder. Fractievoorzitters hebben in overleg met, als het goed is, ook hun eigen fracties besloten dat wij tot na de zomer nog even de digitale cyclus voortzetten. En we hebben ook met elkaar besloten, omdat het waterbeheerprogramma, dat is toch wel een heel wezenlijk onderdeel van onze hele beleidscyclus. Eén iemand van de fractievoorzitters, ik weet niet meer precies wie, doet er ook niet toe, die zei dat is het hart van het waterschap. En er was ook een behoefte om daar ook echt recht aan te kunnen doen met elkaar. En zodat ook kleine fracties bij alle thema's waar het waterbeheerprogramma aan raakt ook hun rol konden spelen. En zoals het ook hoort is dat collegiaal gehonoreerd. Dus wij hebben besloten het over 2 avonden op te knippen. Het is straks ook een beetje kijken met de techniek. Het moet allemaal kunnen dat we in subgroepen uiteen gaan. Als het goed is, wordt u vanzelf dan doorgeleid naar de juiste sessie. En vooraf wil ik u vooral uitnodigen om, zoals te doen gebruikelijk, ook even in deze fase, vooral op basis van argumenten met elkaar in die thema's, de gedachten te wisselen. En de politieke keuzes, die moeten we uiteindelijk ook gaan maken als het gaat om ambitieniveau en consequenties daarvan. Maar dat doen we op een later moment. Maar dit is wel het moment om daar met elkaar natuurlijk de nieren over te proeven en aan te geven waar we uit zouden kunnen komen met elkaar. Dat even bij wijze van aftrap. Het programma is hopelijk, denk ik, voor in ieder geval wel helder. Heemraad Henk Driessen zie ik in beeld. Die is hier vanuit het college bestuurlijk de trekker van. Die zal zo meteen ook nog het woord tot u richten. Dan krijgen we een presentatie van de heer Van Putten. Die de stukken nader zal duiden. Nou, die zien er denk ik allemaal zeer gestructureerd uit. Althans, die signalen zijn al tot mij gekomen. Dus hopelijk draagt dat ook bij aan een ordentelijke bespreking van de een en ander. En dan hebben we op 17 juni hebben we de tweede sessie over de thema's waar we vanavond niet aan kunnen raken. En dat moet natuurlijk leiden tot een aangepast stuk. Afhankelijk ook wat we die 2 avonden natuurlijk met elkaar wisselen. En hoe we dan varen in het vervolgproces, dat kunnen we denk ik ook pas na 17 juni definitief besluiten. Maar daar zijn we met de fractievoorzitters en het presidium natuurlijk ook allemaal zelf bij. Dus heel veel plezier. Ik zal zelf, als de techniek dat toelaat, in verschillende deelsessies meekijken en luisteren. En natuurlijk, zoals de Dijkgraaf betaamt, niet al te intensief met de inhoud van de discussies bemoeien. Dat is aan het AB. Collega Driessen, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Goedenavond collega's. Momenteel lopen er 2 trajecten die bepalend zijn voor ons waterschap voor de aankomende tijd. Watervisie tot 2050 en het waterbeheerprogramma voor de korte termijn, namelijk 2022-2027. Uiteraard is er een relatie tussen die twee. Iedere 6 jaar komt er een waterbeheerprogramma uit en op 27 september 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de startnotitie Waterbeheerprogramma 2022-2027. Hierin is onder meer het planproces geschetst en zijn bestuurlijke mijlpalen benoemd. Een van die mijlpalen is de ambitiediscussie met het Algemeen Bestuur, zoals gepland vanavond. En inmiddels ook een tweede op 17 juni. De ambitiediscussie maakt onderdeel uit van de oordeelsvormende fase van het Waterbeheerprogramma. Dit is ook toegelicht tijdens de themaavond voor het Algemeen Bestuur op 2 maart 2020. In het waterbeheerprogramma staat welke oplossingen, maatregelen en ideeën voor de korte termijn invulling geven aan de watervisie. In de conceptwatervisie staat, ik citeer, we geven ruimte aan oplossingen, technieken en ontwikkelingen die we nu nog niet voorzien. Het maatschappelijk doel staat centraal. De oplossingen zijn zoveel mogelijk integraal en duurzaam. Einde citaat. Sorry collega Driessen, dat ik u even onderbreek, maar ik zie op de chat een melding dat iemand u slecht kan verstaan. Dus als dat voor veel meer collega's geldt, dan zou dat heel zonde zijn. Ah, kunnen mensen even door naar het scherm te zwaaien als ze het ook slecht horen? Want dan weten we of het aan
Moet ik even kijken. Het merendeel hoort het wel goed hoor, maar dan... Nou, dan zou ik zeggen, zet voort en probeer gewoon nog gewoon maar iets harder te praten. Misschien dat dan helpt. Ja, ik ga het proberen. Dank. Het maatschappelijk doel staat centraal. De oplossingen zijn zoveel mogelijk integraal en duurzaam, einde citaat. Onze wereld is duidelijk aan het veranderen. Waren we eerst vooral bezig met wateroverlast, nu is de droogte een even zo grote uitdaging. Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor het watersysteem. Het waterbeheerprogramma in de breedste zin dus. Het is dan ook niet statisch en vanavond is het aan de fractie en de fracties om het college en ambtelijke organisatie mee te geven hoe we het verder kunnen gaan uitwerken. Hiervoor hebben we een aantal thema's benoemd met daarbij keuze uit een aantal varianten. Projectleider Ton van der Putten, al eerder genoemd, gaat daar zo wat dieper op in. Bij die variant is ook een financiële inkijk gegeven, dit per thema en per variant. Natuurlijk kunnen we nu nog niet overzien wat de financiële gevolgen zijn van alle gekozen varianten. Hier komen we later op terug, waarbij dan ook gekeken moet worden, het is al vaker genoemd in het verleden, oud voor nieuw of elders middelen zoeken. Nu hebben we vanavond de uitdaging een keuze te maken op basis van inhoud. Onze ambities uit te spreken en bij de plenaire terugkoppeling zullen de gespreksleiders ons nog meenemen met de eerste reacties op hoofdlijnen. Ik wens u allen een inspirerende avond toe en ik geef nu voorzitter graag het woord aan Ton van der Putten. Dank u wel, collega Therese. En dan kijk ik even of de... Ja, kijk, hij komt er al op. Ton, we tutoyeren toch maar vanavond aan jou het woord. Dank alvast. Ben ik goed te verstaan trouwens? Ik vraag maar even zo, op deze manier. Voor mij zeer goed. En ik... Dus laten we afspreken als mensen het niet kunnen volgen of er gaat iets technisch fout, dat ze dat even op de chat gooien, dan hou ik die in de gaten. En als het dan meer mensen betreft, dan kom ik even bij je terug. Maar vooralsnog lijkt het allemaal heel goed te verlopen, Ton. Oké, dank u wel. Nou, van harte welkom op deze themaavond over de ambities van het waterbeheerprogramma. Het was volgens mij iets van rondom 8 juni 2019, toen ik... met de startnotitie bezig was, waar Henk Dries net aan refereerde. En toen was ik bezig met de planning een beetje uit te lijnen. En toen kwam ik erop uit dat we rond de zomer 2020 een ambitiediscussie moesten voeren. Wat eigenlijk in mijn beleving een van de grootste bestuurlijke mijlpalen is in het hele proces. En eigenlijk leef ik er sinds die dag naartoe. Ik heb een jaar lang toegeleefd naar 8 juni 2020 om te horen hoe u hierin zit als bestuur zijnde. 8 juni 2020 is ook de datum waarop de Nederlandse Bank ons een soort van winstwaarschuwing meegeeft. We steven af op een grote recessie. En dat, dat geeft ook weer ander perspectief misschien wel. Interessante combi volgens mij. Ambitiediscussie en afstevenen op een recessie. Sinds maart van dit jaar zijn we met... een grote groep collega's hard aan het werk, hebben we hard gewerkt om deze discussie vanavond te faciliteren. En het moet me van het hart dat we de afgelopen maanden zoveel inzet en flexibiliteit getoond hebben en zo bezig zijn geweest. En ik wil in ieder geval al die collega's op voorhand hiervoor bedanken. De volgende dia, alsjeblieft. Ik zal het komende kwartier u even meenemen in, op hoofdlijnen over proces en planning, over de stakeholdersbijeenkomst die eind april geweest is. De watervisie, uiteraard, het doel van de ambitiediscussie, de varianten en het programma voor de avond. De inhoud, die bespreken we straks in de verdiepingssessies, daar ga ik verder niet op in. Volgende dia. Nou, het proces, WWP, waar staan we nu in het proces? We koersen nog steeds op vaststelling van het ontwerp WBP in het algemeen bestuur van eind november 2020. En het moet gezegd, we liggen op schema. Begin maart hebben we de beeldvormende themaavond gehad over het WBP. En eind april hebben we via Zoom met onze stakeholders gesproken, waarover zo direct meer. De stakeholdersbijeenkomst in september is optioneel. Daar denken we nog over na of we daar wel of geen gebruik van maken.
En dan zit er nog een hele periode tussen vaststelling van ontwerp en het definitieve waterbeheerprogramma. Dus ja, zeg maar een jaar. En dat heeft er vooral mee te maken dat de inspraaktermijn voor de stroomgebiedsbeheerplannen voor de kaderrichting van water in principe 6 maanden duren. Dus daarom zit er zo'n groot gat tussen. De volgende dia, alsjeblieft. De stakeholdersbijeenkomst van 23 april. Op deze virtuele bijeenkomst hadden we 54 deelnemers van uiteenlopende organisaties, zoals gemeente, provincies, Rijkswaterstaat, LTO, sportvissers, terreinbeheerders, drinkwaterbedrijven, natuurverenigingen en watersporters. Naast deze sessie hebben we in een aantal weken daarna nog met 17 organisaties schriftelijk contact gehad. En we hebben eigenlijk die stakeholders een aantal vragen gesteld. Zoals welke opgave heeft uw organisatie op dit thema? Hoe kunnen we met elkaar de samenwerking aangaan op het thema? En wat zou u willen bijdragen om stappen te zetten op dit thema? En wat verwacht u daarbij van het waterschap? Ik ben nou niet van plan om een uitgebreid verslag te doen van die stakeholdersbijeenkomst. Maar een paar conclusies is misschien wel interessant. De grote lijn was toch, terwijl dat heel veel stakeholders samen met het waterschap zo integraal mogelijk en gebiedsgericht aan de slag willen. Ja, dat is eigenlijk niks nieuws, maar het is fijn dat het zo uitgesproken is. Daarnaast hebben we heel veel positieve feedback gekregen op de manier zoals we nu met onze partners samenwerken. En daar hebben we zelf het glas opgeheven en daarom heb ik deze foto toegevoegd. De volgende dia, alsjeblieft. De Watervisie 2050. Die is een maand geleden uitgebreid bestuurlijk besproken. Ook zijn toen de stakeholders in de gelegenheid geweest om te reageren. Reacties van stakeholders en bestuur wordt nu verwerkt. En het idee is dat die watervisie dan uiteindelijk in september zal worden vastgesteld door het AB. De watervisie is vooral de strategisch kader voor de lange termijn en het waterbeheerprogramma is daarvan een tactische vertaling van onze ambitie voor de komende 6 jaren. De volgende dia. Het doel van de ambitiediscussie. De opgenomen ambities zoals die in de watervisie verwoord zijn, zijn richtinggevend. De stip op de horizon, zo gezegd. Welke stappen gaan wij nu zetten naar die stip? En hoe groot zijn die stappen die we willen nemen? Het moet natuurlijk wel haalbaar en betaalbaar blijven de komende 6 jaren. Dat las ik in het verslag wat gemaakt is naar aanleiding van de discussie met het bestuur. Bestuurlijke duidelijkheid in ambities, samenhang met andere beleidsthema's, maar ook samenhang met grote maatschappelijke opgaven en financiële effecten, die gaan ons enorm helpen om het waterbeheerprogramma de komende maanden verder uit te werken. De volgende dia. Dan wordt het wat concreter hier, want we gaan nu naar de varianten waar we het over gaan hebben straks. Voor de meeste van die 11 beleidsthema's hebben we 4 varianten uitgewerkt. Lopende beleidsprocessen zoals kaderrichtlijn water, bodemdaling, toekomstvisie zuiveren, biodiversiteit en misschien dat ik er nog wel eentje vergeet, die liggen aan de invulling van de varianten op die beleidsthema's ten grondslag. Uitzondering is het beleidsthema regionale keringen. Hiervoor hebben we geen varianten ten behoeve van de ambitiediscussie gemaakt, aangezien in september 2020 met het algemeen bestuur wordt gesproken over de ambities voor het gebiedsprogramma A5H. Die uitgesproken ambitie voor dit thema zal ook opgenomen worden in het waterbeheerprogramma. Dan over de varianten zelf. Onze referentievariant is variant 2, doorzetten van de huidige ambitie zoals die financieel vertaald is in de voorjaarsnota 2020. Variant 3 heeft dus diezelfde financiële kaders als 2, maar het verschil zit hem in het anders uitvoeren. Bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met gebiedspartners, zoals bij het thema primaire keringen, of kiezen voor meer differentiatie zoals bij het thema baggeren. Of een integralere aanpak, zoals bij KOW versus overig water. Daarnaast hebben we min- en plusvarianten. Minder dan wel meer investeren dan nu opgenomen in de voorjaarsnota 2020. Sommige beleidsthema's zijn relatief nieuw. Of het beleid is zo recent vastgesteld. Laten we maar eens beginnen. En daarom is eigenlijk ook geen variant 3
gemaakt. Die levert geen meerwaarde op ten opzichte van variant 2. De volgende dia. De keuze om tot een gewenste ambitievariant te komen hangt ons inziens af van meerdere factoren. Ik heb er nu 5 genoemd. Bestuurlijke afspraken is er eentje van. Hoe verhoudt zich een en ander tot het bestuursakkoord en onze begroting? Welke afspraken hebben we met onze partners gemaakt en hoe hard zijn die? Doelen halen, wet en regelgeving. Sommige doelen zijn best hard. Denk aan primaire keringen. Voldoen aan de norm. Denk aan de KRW-normen. Andere zijn zachter en die geven wellicht iets meer bewegingsruimte. Stakeholders. In de stakeholdersbijeenkomst hebben sommige partners aangegeven samen met ons te willen werken aan opgaven, omdat er gedeelde belangen zijn. Het kan een afweging zijn om voor een bepaalde variant te kiezen. Synergievoordeel. Synergievoordeel kan ontstaan als deelthema's integraal worden aangevlogen of dat er met meerdere partners aan opgaven wordt gewerkt. Het kan een overweging zijn om tot een keuze te komen. Kosten. De laatste is niet de minst onbelangrijke, daarom even een aparte dia voor kosten. Financiële effecten van varianten. Zoals net gezegd, varianten 2 en 3 zijn conform de voorjaarsnota 2020. Variant 1 en 4 gaat over minder respectievelijk meer investeringen. Effecten op exploitatie en formatie zijn berekend naar totaal effect op netto kosten en heffingsopbrengst. Zoals je heeft kunnen teruglezen in de stukken die we een week geleden hebben toegestuurd. Effecten op financiën in de nieuwe WBP-periode 2022-2027, als gevolg van keuzes en varianten, die gaan landen in de voorjaarsnota 2021. De volgende dia, alsjeblieft. Ambitie WBP. Nou, dit plaatje herkent u misschien van de themaavond van 2 maart, heb ik erin gehouden. Want als we het zo structureel aan gaan pakken, de ambitiediscussie, dan krijgen we eigenlijk op basis van diverse invalshoeken bezien, hè, een soort van afgewogen beeld van de ambitie van het Waterbeheerprogramma. En dat is eigenlijk wat we nu voor ogen hebben met deze 2 sessies. De volgende dia, alsjeblieft. In de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur is unaniem een motie aangenomen, wat gaat over de onderwerpen droogte, zoetwatertekort en hittestress. Voor alle duidelijkheid, variant 4 van klimaatadaptatie doet het meest recht aan de motie voor deze onderwerpen. En ook in de WBP-tekst zullen we uiteraard uitgebreid aandacht geven aan deze actualiteiten. De volgende dia, alsjeblieft. Hoe gaat het vervolgproces eruit zien? We hebben de ambitiediscussie uitgesmeerd nu over 2 data, 2 avonden, 8 en 17 juni. Op 18 juni, de day after, zullen we maar zeggen, komt de stuurgroep Waterbeheerprogramma bij elkaar. En gaan we de balans opmaken ten aanzien van conclusies en vervolg, waaronder ook terugmelding naar het Algemeen Bestuur. Uiteindelijk zullen de voorkeursvarianten worden uitgewerkt in het Waterbeheerprogramma, waarbij we ons dan richten, zoals eerder gezegd, op besluitvorming in november. En dat geldt in ieder geval als er een duidelijke lijn ontstaat vanuit het AB. De volgende dia. Hoe ziet verder het programma eruit vanavond? Zo meteen beginnen we om 8:10 stipt met de verdiepingssessies. Dat doen we in 2 parallele sessies. En de gespreksleiders van beide sessies zullen, zoals Henk Dries al aangaf net, om 9:30 de bevindingen van ons delen. Afhankelijk van de tijd die er nog over is, is er nog gelegenheid om vragen te stellen of nabranders mee te geven. Kom ik tot de 1 na laatste dia. Dat zijn de verdiepingssessies. We hebben een schifting gemaakt in thema's per avond. Vanavond zijn eigenlijk vooral de watersysteemthema's aan de orde. De 17e, de overige thema's. In rood zien we de gespreksleiders genoemd per sessie. Wil je nog 1 keer drukken nu op de dia? Ja.
het programma voor de verdiepingssessies. Nou ja, we hebben 70 minuten de tijd vanavond om door te praten over de ambities en de voorkeuren die zich af gaan tekenen. De sessie willen we starten met een korte toelichting door de gespreksleider als het gaat om werkwijze en doel. En uiteraard gaat de meeste aandacht naar de ronde die we met de deelnemers willen gaan maken. We willen van de deelnemers graag horen waar de voorkeur naar uitgaat en waarom, kort gezegd. En eigenlijk moeten we dat heel erg daarmee rekening houden met de tijd. We zijn met 10, 11 mensen per groep. Dat betekent dat we al een klein uur hiermee bezig zijn. Na afloop van de ronde zal de gespreksleider conclusies trekken en daarna is mogelijk nog gelegenheid voor het stellen van vragen of het meegeven van nabranders. En de laatste dia wil ik u in ieder geval hartelijk bedanken voor uw aandacht en voor zo meteen wens ik u een hele mooie sessie toe. Tot zover deze presentatie. Dankjewel, Ton. Goed om ons er zo mee doorheen te hebben genomen. Misschien kan je over het proces, want er zit een fatale deadline aan als het gaat over om de inspraak en dergelijke. Zou je daar nog heel kort iets over kunnen zeggen? We koersen nu op eind november voor wat betreft vaststelling van het ontwerp waterbeheerprogramma. Voor de inspraaktermijn hebben we meerdere opties. Omdat we mee kunnen liften met de inspraaktermijn voor de kaderrichtlijn water. Hè. Die duurt een half jaar, zoals ik net zei. En we kunnen ervoor kiezen dat we onze eigen inspraak op het waterbeheerprogramma aan het begin van die periode doen. Stel vanaf het nieuwjaar, 6 weken. Of meer gaan zitten op het einde van die periode. Zo in mei en juni klaar zijn. Ja goed, alles, beide is nog mogelijk. En we hebben nu nog geen voorkeur. Ik denk dat we daar handig in moeten zijn. In ieder geval willen we het gaan combineren ook met ons eigen KW stroomgebiedbeheerplan. En mogelijk dat we KW zo integreren in het waterbeheerprogramma, dat we alleen maar het waterbeheerprogramma in de inzage leggen. En het KW-plan niet. Dat is ook nog een optie. Dus er zijn meerdere mogelijkheden nu. Oké, helder, dank. Maar dan hebben we een beetje richting met ook de tijden die we met elkaar nog kunnen nemen. Er zit dus tijdsdruk op, maar het is niet dat het deze maand allemaal in kannen en kruiken gegoten moet zijn. Dus dat is ook wel goed om dat mee te geven. Ik kijk even, want we liggen nog heel mooi op schema, of jouw presentatie nog aanleiding geeft tot vragen die dan echt over de presentatie gaan, want het gesprek onderling gaan we natuurlijk in de deelsessies doen. Dat is niet het geval, zie ik. Dan wil ik op voorhand alvast jullie veel inspiratie wensen en probeer echt om te vangen en natuurlijk ook met dat zit meestal wel goed, met inhoudelijke betrokkenheid dat gesprek te voeren. En natuurlijk moeten we ook nadenken over consequenties van wat vraagt dat aan personeel en middelen. Maar die informatie is bijgevoegd en uiteindelijk moet dat dan leiden tot politieke keuzes. Maar laten we dat gesprek maar in alle openheid met elkaar gaan voeren. En met Lili Doude van Troostwijk en mevrouw Visser-Kieboom hebben wij volgens mij fantastische voorzitters in die deelsessies. Dus dat is ook prettig. Dus ik geef de collega's in jullie handen en dan kijk ik even naar bestuursadviseur. Volgens mij hoef ik nu niks meer te doen, maar gaan jullie ervoor zorgen dat mensen in de goede sessies terecht gaan komen. En dan zien wij elkaar om 9:50 in ieder geval weer plenair. Ja, zojuist, zodra ik de mensen indelen in de groepjes, dat gebeurt automatisch, wil ik wel even kijken of je in het goede groepje zit, want het ging nogal snel straks. Kan per ongeluk iemand verkeerd zitten, laat dat even weten, dan corrigeer ik dat. De groepjes gaan nu open. In de groep wordt ook weer gevraagd om, en met name in groep 1 zal dat zijn, om in te stemmen met een opname die ook gaat starten weer. Konden we nou ondertussen een kopje koffie gaan halen of niet? Want we hebben tot 10 over, als ik het goed begrepen had. Ja, dat is aan de voorzitter nu, mevrouw Visser-Kieboom. Ik hoor het graag. Het eten is achter te kiezen, maar de koffie nog niet binnenboord.
Ik zie Hanni wel praten, maar... Sorry, ik had mijn microfoon nog even uit. Ik zeg, we lopen iets voor op het schema, dus wat mij betreft kunnen jullie wel even een kopje koffie halen. Zullen we dan om 7:55 beginnen, officieel? Stel ik zeer op prijs. Dankjewel, Hanni.
Heeft iedereen zijn kopje koffie kunnen halen? Want dan stel ik voor dat we van start gaan. Oh, kijk eens, ik zie de kopjes omhoog. Nou, volgens het programma zoals we dat meegekregen hebben we dus inderdaad van 8:10 tot 9:50 hebben we tijd voor deze verdiepingssessie. En ik stel voor dat we als volgt te werk gaan. Ik geef in de eerste termijn iedereen de gelegenheid om eventuele vragen te stellen. En technische vragen die zullen schriftelijk beantwoord worden, maar andere inhoudelijke vragen, als iemand daar behoefte aan heeft, dan is daar nu de mogelijkheid voor. En ik stel voor dat we dan daarna in een tweede ronde inderdaad ingaan op de thema's waar we het over hebben. We hebben drie thema's vanavond: klimaatadaptatie, bodem en, of bodemdaling en waterkwaliteit. En dat daarin inderdaad iedere fractie aan bod komt. En dat helemaal op het eind door mij enkele conclusies getrokken zullen worden. Dus gezien de beperkte tijd die we hebben, stel ik voor dat iedereen probeert kort en bondig inderdaad deel te nemen aan deze verdiepingssessie. En ik stel voor dat de vragen die er leven, dat die via de chat, mensen even via de chat aangeven of ze daar inderdaad het woord over willen. Ik zie nog geen reactie in de chat, dus, maar dat kan nog komen. En als er niemand vragen heeft, dat kan ook, hè, want dan gaan we gewoon inderdaad een rondje langs alle fracties maken. Dan stel ik voor, als er inderdaad direct geen vragen zijn, dat we gewoon een rondje langs alle fracties gaan maken. En ik stel wel voor dat in de termijn die iedereen krijgt, wel alle drie die thema's aan bod komen. Dus dat u wel aangeeft hoe u inderdaad aankijkt tegen de diverse scenario's bij het onderwerp klimaatadaptatie, bodemdaling en waterkwaliteit. Ja? Ben ik duidelijk? Zo niet, dan zie ik dat via de chat. En dan stel ik voor dat we het rondje gaan doen langs alle fracties. En dan begin ik bij meneer Peren, want die zit links van mij op mijn scherm van de PvdA. En dan geef ik die als eerste het woord. Aan u het woord, meneer Peren. Dankjewel. Nou, dat mag ik als eerste. Heel mooi. Dan begin ik met klimaatadaptatie. Wij zijn voorstander van variant 4. Dat heeft met name te maken met betrekking tot die motie die aangenomen is op 22 mei. Want daar komt deze mee overeen. Er zijn wel een paar punten waar wij aandacht voor willen vragen. Net zoals die hittestress aanpakken in stedelijke en bebouwde gebieden zien we niet als taak van het waterschap, maar meer van de gemeentes. Ook vinden we de vanzelfsprekendheid dat waterschap bij integrale gebiedsontwikkeling in het bebouwd gebied een ruime bijdrage strekt en voortrekkersrol vervult bij bestrijden van hittestress, vinden wij vraagwaardig. We denken dat we dat aan anderen over moeten laten. Het geld weggeven kunnen we altijd nog. In bebouwd gebied ligt dat gewoon bij andere partijen. Wel zijn we voorstander van dat het waterschap voor droogtebestrijding voortzetten en verbreden van stimuleringsmaatregelen en toepassen van verdringingsreeks voor peilbeheer. Deze nuanceren zou tot reductie van personeelsinzet kunnen leiden. Dus we zijn dus kort gezegd voor variant 4, maar met wat restricties. En met name ten aanzien van wat ik al noemde, die hittestress en financiële ondersteuning van andere partijen. Verder kom ik dan, ik moet snel zijn, hè. Bodemdaling, daar zijn wij voor variant 3. Samenwerkende rollen op basis van feiten draagt het beste bij aan het vergroten van het draagvlak. Nog onvoldoende vertrouwen dat onderwaterdrainage ook middellange en lange termijn blijft werken. Daarom eerst de resultaten van dit andere en andere lopende experimenten afwachten. En dan komen we bij onderdeel 6. Daar zijn we ook voor variant 3. Het is goed dat er ook kansen worden benut om in de overige wateren de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.
voorkeur voor variant 3, omdat hiermee meer kansen ontstaan voor samenwerking met agrariërs en provincies. Variant 4 vinden wij het ambitieus, gezien de moeite die het nu al kost om de KRW-doelen in 2027 te halen. Met onze voorkeur voor variant 3 kiezen we voor een realistische variant met flexibiliteit, meer samenwerking en gelijke kosten. Nou, ben ik blij binnen de tijd gebleven? Dat was het. Ik hoor niks meer, ik zie niks meer. Hallo? Het lijkt erop dat Hanny technische problemen heeft. Oh. Heb ik nog eens een mooie voordracht gegeven? Zal ik het kort even overnemen als Hanny niet snel terugkomt? Lijkt me goed, Sukko. Ja, ik heb jouw voordracht in ieder geval heel goed meegekregen. Dus dat, en volgens mij de collega's ook. Oké, dus, nou, dan hopen we dat Hanny sneller kan terugkeren. Ik heb geen idee natuurlijk wie ze als volgende op hun lijstje had. Maar dan ga ik nu naar Kees Romeijn van de VVD-fractie. Hier gaat technisch alles nog goed, zo te zien. Dank u wel, voorzitter. En, drie onderwerpen met verschillende ambities daarin. Als ik kijk naar klimaatadaptatie, dan denk ik dat het natuurlijk niet een onbelangrijk thema is voor nu en in de toekomst. Maar dat het nog met veel onzekerheid over de inhoud en consequenties en welke stappen je kunt zetten en moet zetten, gepaard gaat op dit moment. Wat mij betreft is hier variant, wat ons betreft is variant 2. Want er is hier geen variant 3 die wat meer mogelijkheden biedt, is hier aan de orde. Ook gezien onze toch wat rode draad is van we kunnen niet alle ambities stapelen. Dus daar waar we onze ambities ook wat kunnen beperken en ook de kosten beperkt op de som beperkt kunnen houden, vinden we dat je daarvoor ook oog moet hebben voor het totaal. Zeker bij de integrale vraagstukken. Dus bij klimaatadaptatie voor optie en variant 2. Bodemdaling hebben we onlangs natuurlijk ook uitgebreid over gesproken. Wat ons betreft is de variant die er vandaag is, pijlvolgfunctie, is er nog steeds. En van wat mij betreft blijft dat ook zo. Maatwerk is gewenst en inbreng van onze kennis van ons waterschap in gebiedsprocessen is essentieel, denk ik, om de realiteit terug te krijgen in alle ambities die op dit moment tentoongesteld wordt en die we ook tegenkomen in de praktijk. In de discussie die we al eerder gehad hadden over de ambities, zaten wij tussen ambitie of tussen varianten 2 en 3. Nou, dat gaat hier niet, maar ook zeker als ik ook kijk naar het kostenvraagstuk. Nou, wat ons betreft is hier variant 3 wel mogelijk. Als het 2 is, is het wat mij betreft ook voldoende. Komen we bij de kaderrichtlijn water. En daar hebben we ook onlangs in de commissie een goede en uitgebreide rapportage van gezien. En wat daar met name opviel, is dat we het eigenlijk als waterschap Rivierenland helemaal zo slecht niet doen op dit onderdeel. Sterker nog, we lopen zelfs ten opzichte van een aantal andere waterschappen ruimschoots voor op het halen van de doelen. We weten dat ook in deze discussie niet alleen bij ons, maar ook over al de waterschappen heen, het een vorm van all-in, all-out is. Dus onze voorsprong vergroten ten opzichte van andere waterschappen is volgens mij niet gewenst, niet aan de orde en ook niet noodzakelijk. Dan blijft hier ieder de keuze tussen de varianten en de mogelijkheden over.
En nou ja, wat ons betreft zou je kiezen voor variant 2. En ook qua kostenaspect zou het ook nog wel een 3 kunnen zijn. Dat je net iets meer variëteit en mogelijkheden en diversiteit erin brengt. Als je nou zometeen de optelsom maakt van alle elementen. En je zult ook moeten zoeken, zeg maar, kan ik nou ergens ook bezuinigen? Dan is dit wel een onderwerp wat volgens ons er weer uitspringt. En ik zeg, joh, hier zou je ook voor variant 1 kunnen kiezen. Omdat je op andere terreinen je ambities groter zijn en noodzakelijker zijn dan bij deze. Voorzitter, wat mij betreft voldoende in deze termijn. Ja. Dank u wel, meneer Romeijn. En helder inbreng ook. Ik stel voor dat we straks ook, dat er hebben we denk ik gelegenheid voor, afhankelijk van wat het beeld is, ook met elkaar daarover in gesprek kunnen en de consequenties financieel maatschappelijk met elkaar kunnen delen. De heer Van Loenen Martinet. U staat nog op mute. Zo, ja, dat moet hem zijn. Dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de prachtige samenvatting in de matrix. Super. Drie thema's. Alle drie de thema's komen er eigenlijk, ja, lijkt het toch een zeer belangrijke rol om de doelen te realiseren bij de landbouw te liggen. En dan kom je al heel snel, wat mij betreft, richting variant 4. Maar dan concreet. De variant, of tenminste de klimaatadaptatie. Daar zit ik heel erg op de lijn van de PvdA. Van, natuurlijk, die motie komt al snel bij variant 4 uit. Maar er zitten wel een aantal punten in waar ik denk van, nou, dat zou iets minder. Dus ik ben heel benieuwd, als je dat gaat vertalen naar een variant 3, hoe dat dan gaat worden. Bodemdaling zit ik op dit moment op variant 3. En dat heeft met name ook te maken met de onderwaterdrainage. Ik vind het overigens wel een heel belangrijk onderwerp. En wat betreft de kaderrichtlijn water ben ik in tegenstelling tot de BVD zelfs wel naar één zou kunnen. Ik denk dat het een zeer belangrijk onderwerp is als ik de laatste analyse heb gezien van het PBL, waar zelfs de drinkwaterbronnen in gevaar gaan komen, denk ik dat de KRW absoluut gerealiseerd moet worden. Op zijn minst variant 3. Maar wat ik daar mis op dit moment over is, wat nog wel in de commissie aan de orde was, was de samenwerking. Ook dat was een conclusie van de analyse van PBL, dat je er alleen maar komt als je echt heel erg samen gaat werken. Dus dat hoort erbij. En als dat uiteindelijk 4 zou gaan worden, waar met name een pleidooi gehouden wordt voor een hogere bijdrage, bovenwettelijke maatregelen bij de landbouw via de DAW, dan denk ik dat we daar ook aan zouden moeten nemen. Voorzitter, dat was het in eerste instantie. Dank wel, meneer Van Loenen Martinet. We zijn toch gestopt met tutoyeren. Dus misschien omdat dit ook voor een groter publiek beschikbaar wordt gesteld, dat we inderdaad maar moeten blijven voevoyeren. Dat is wel zo eenduidig. De heer Van Straten van 50PLUS. U bent de volgende in de ronde over mijn scherm. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ga het niet zo heel lang maken. We hebben ook al wat van andere partijen gehoord. Bij de klimaatadaptie zijn wij ondanks de motie toch voorstander voor variant 2. We missen dus ook een variant 3. En ondanks de motie vinden we gewoon variant 4 veel te duur. Ook al net in de presentatie wordt eigenlijk gezegd dat een optie 4 doet recht aan de motie. Maar wij vinden dat toch te buitensporig, ondanks dat we de motie hebben gesteund. Dus wat ons betreft is het variant 2. En ondanks de overweging om geen variant 3 te doen, blijven wij daarvoor toch bij nummer 2. Nou, bodemdaling, daar gaan we ook weer voor variant 2. En denken dat de onderwaterdrainage nog niet voldoende bijdraagt, te veel onzekerheden. VVD noemde het net ook al, die zegt pijl volgt functie. Maar wij hebben dat al eerder gezegd in een eerdere bijeenkomst.
wij blijven toch voor functievolg pijl. Hè? Ondanks dat dat in het bestuursakkoord anders is, wat we ook wel respecteren. Maar ook in de landen wordt er steeds meer toch geneigd naar functievolg pijl. Dus dat is ook landelijk in het nieuws geweest. Hiervoor dus variant 2 en voor de kaderrichtlijn meneer water. Meneer Verstraat, sorry dat ik u onderbreek, maar u zei twee keer functie of pijl volgt functie. En volgens mij bedoelde u de tweede keer iets anders. Maar dat wil functie volgt pijl. Dat is wat wij dus uiteindelijk toch wel voorstaan. Ondanks dat we natuurlijk het bestuursakkoord ondersteunen, is dat wel onze eigen afweging. Nou, dan hebben we in ieder geval bij de kaderrichtlijn water, daar vinden wij optie 2. En dat kan ook 3 zijn in verband met de kosten. Dus ja, dat laten wij in principe over. En ja, daar wil ik het even bij houden. Dank u, meneer Verstraeten. Ik zie dat mevrouw Visser-Kiebel nog steeds technische problemen lijkt te hebben, helaas. De heer Laven van Water natuurlijk. Ja, dank u wel. Te beginnen met de klimaatadaptatie. Nou, gelet op de motie, al een paar keer genoemd, ontkom je volgens mij niet aan het dan invullen van variant 4, of ambitie 4. Ten aanzien van bodemdaling zitten wij op ambitie variant 3. Waarbij wel nog een vraag in de laatste, en dat is meegekomen vanuit een fractielid dat bij de commissie watersysteem heeft gezeten. En daarbij is eigenlijk opgeroepen om nog een extra commissie watersysteem te houden. Alvorens op dit thema verder te gaan. En nou is toch even de vraag van hoe verhoudt dat zich dan tot de discussie die we nu hebben. Gaan we nu een besluit nemen op basis van deze avond? Of komt er ook nog die extra commissie watersysteem? Met dat gezegd hebbende zitten we op ambitieniveau 3. En ten aanzien van de kaderrichtlijn water zitten wij weer op variant 4. Weliswaar duurder, maar het zeker waard om voor die extra ambitie te gaan. En ook hier wel een relatie met het reguliere bestuurlijke circus. We hebben eind juni een AB-vergadering. In de weg daarnaartoe is ook discussie geweest in de commissie watersysteem, waarbij gesproken is ook over de natuurvriendelijke oevers en in plaats daarvan, want dat zou niet ten volle gerealiseerd kunnen worden, zijn andere varianten aan de orde gekomen. Gaan we dan toch op thema's die nu aan de orde zijn, ook in het AB van eind juni al beslissingen nemen over zaken die hier nu opstaan. Maar ook dat nu gezegd hebbende, kiezen we voor ambitie 4. Dank u wel. Dank meneer Laven. Ja, om over de vragen van hoe verhouden die verschillende sporen die we natuurlijk met elkaar kennen zich tot elkaar. Dat is deels natuurlijk ook aan onszelf. Maar laten we dat ook gewoon straks in het gesprek betrekken. En we hebben gelukkig hier ook een paar heemraden in ons midden die daar vast ook in kunnen bijdragen wat de urgentie is van de verschillende sporen en hoe ze zich dat ook tot elkaar verhouden. Maar ik zeg ook wel eens, op onderdelen moeten we ook gewoon met elkaar intelligent vooruitstruikelen, zeg maar. En je kunt niet altijd op een integrale afweging wachten. Maar dat is even schot van mijn kant voor de boeg. Ik heb als volgende de heer Bikker van Ongebouwd. En ik zie mevrouw Mutter. Had u nou net mevrouw Visser-Kieboom op uw telefoon in beeld? Een momentje. Ja, dat klopt. We zijn aan het facetimen. Maar dat biedt geen soelaas, in ieder geval niet voor de rol van voorzitter. Nee, dat lijkt me helaas. Nou, dan doen we het kan even wel zo zien. Verder. Jazeker. Mevrouw Visser-Kieboom. Voor ons bent u er toch bij. Vervelend dat het zo loopt. Maar het is even niet anders. De heer Bikker van Ongebouwd. Even unmuten. We hebben geen geluid. Nog weinig. Ja,
van zowel de voorzitter niet als van Jan Bikker niet. Oh, ik ben er weer, denk ik, hoop ik. Maar meneer Bikker, uw microfoon stond nog uit. Nog steeds. Nee. Als u misschien dat een van de. Heeft u een iPad misschien dat u even kan appen? Dan kunnen wij misschien wel. Met een van de ondersteuners kunnen wij wel aangeven waar die knop ongeveer op het scherm zou kunnen zitten. Afhankelijk van wat voor apparaat u gebruikt. Dat ga ik met u wel nemen. Ja, u kunt niet protesteren. Dus. ga ik naar de heer De Groot van de SGP ChristenUnie. Dan kom ik zo bij u terug, meneer Bikker, als u het microfoon het weer doet. Meneer De Groot. Voorzitter, ik zal proberen in ieder geval het geluid wel over te brengen. Volgens mij lukt dat prima. Nou, bedankt voor het heldere overzicht. Ja, op deze manier een overzicht aan ons presenteren geeft ons ook even in één oogopslag weer waar hebben we het over. Dus complimenten. Ja, dan even snel de thema's langs. Klimaatadaptie. Ja, daar kiezen wij voor variant 4. We hebben de motie gesteund. Echter willen we hier wel gelijk de kanttekening maken voor het stedelijk gebied. En er zijn echt andere partijen aan zet. Maar het is wel goed om die variant 4, de ambitie, uit te spreken. Want er is echt wel iets nodig als we naar de laatste jaren de ontwikkelingen kijken. En dat mogen we ook als waterschap naar buiten uitdragen. Van er moet wat gebeuren. En dan zijn andere overheden aan bod. En laten we die boodschap maar helder overbrengen. Dat zal ik bij deze eigenlijk ook de heemraden mee willen geven. Geef aan in het gesprek hoe belangrijk het is. Waterschap kiest voor variant 4. Maar dat betekent wel bijdragen vanuit andere overheden. Bodemdaling. Ja, daar kiezen we nu voor variant 3. De heemraad moet zijn gereedschapskist eigenlijk ook vullen. We willen echt die samenwerkende rol. Maar uiteindelijk, als die samenwerkende rol heel goed opgepakt wordt, want wij zijn er eigenlijk wel van overtuigd dat hier en daar onderwaterdrainage zeker wel gaat helpen. Alleen, dan moeten eerst wel cijfers onder liggen dat het ook werkelijk helpt. Maar als het helpt, ja, dan zal het ook mooi zijn als we die ambitie misschien in de loop der jaren zelfs op kunnen schroeven naar variant 4. Alleen, dat betekent wel dat andere partijen daar ook aan bij moeten dragen. En ja, pijlvolgfunctie, ja, dat is echt ons beleid. Maar het pijl hoog of laag houden in droge periodes heeft niet zoveel zin. Want uiteindelijk gaat het erom, hoe voorkomen we dat die percelen in het midden uitdrogen? En door onderwaterdrainage breng je de water in. En we hebben al gehoord, de proef in Brandwijk, dat daar zelfs greppels nu in de afgelopen periode zelfs vochtig waren. En dat is volgens mij een positief effect. Dat rondom bodemdaling, dan waterkwaliteit. Ja, daar zullen we het liefst kiezen voor variant 3. Want 2 en 3 maakt volgens mij qua kosten niet uit. Mocht dat wel het geval zijn. En we moeten bezuinigen, dan zijn wij nog geneigd om naar variant 2 te gaan, omdat we er al goed voor staan. Maar het is natuurlijk altijd mooier om voor 3 te gaan. En dan hoop ik dat wat er staat qua kosten, dat dat klopt. Nou, dat is bij onze bijdrage. Voorzitter, ik zag het, meneer Bikker. Even richting de heer De Groot, want die varianten 2, of richting nu alle, die varianten 2 en 3, dat gaat inderdaad niet zozeer om meer of minder financiën, maar de wijze waarop je zeg maar, met de partners op die opgave stort. Meer in de samenwerking of meer subsidiegedreven, zo gezegd. Maar dan doe ik heel veel nuances, laat ik achterwege. Maar dat heeft geen financiële consequenties. Daar wil ik wel wat bij zeggen. Variant 3 is natuurlijk veel mooier, want daar zit veel meer samenwerking in. En dan zijn andere partners ook aan bod. Maar mocht dat nu niet lukken, ja, dan moeten we daar ook niet aan blijven trekken. Kunnen we uiteraard over doorpraten. Dank. Meneer Bikker, fijn dat het is gelukt van ongebouwd. Aan u. Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja, wat de ambitieniveaus betreft. In de tekst staat nog even genoemd dat klimaatneutraliteit en circulariteit, die zijn niet doorgerekend. Dus er zit mogelijk nog een open eindje in de berekeningen. Dus, maar wij gaan ervan uit in de criteria die wij toch als kaderstellend zien als ongebouwd, dat oud voor nieuw, of nieuw voor oud, zo u wil, dat dat oplosbaar is, maar dan zal die ruimte gevonden moeten worden. Wat ik al zei, kaderstellend is voor ons meerjarenperspectief wat straks aan de orde komt, in die zin dat de budgetair de ruimte beperkt is, zij het dat de keuzes natuurlijk ruim aanwezig zijn met welke variant dat je neemt. Wat betreft de klimaatadaptatie kiezen wij voor variant 2. Wij denken dat daar voldoende ambitieruimte in zit om op een maatschappelijk verantwoorde manier onze taken uit te voeren en daar accenten te leggen die behoren gelegd te worden op dit moment en in de toekomst. Onder andere, ik hoor een paar keer over de motie praten. Nou, in onze belevenis is die motie ten aanzien van verdroging, wateroverlast eventueel, die is makkelijk inpasbaar in variant 2. Er is voldoende ruimte, heb ik begrepen, om ook via aanpassing bijvoorbeeld van de infrastructuur voor waterinlater en dergelijke, waar we allemaal bezig zijn, om aan de normeringen te voldoen. Dus dat biedt best perspectief voldoende, ook in het licht van de motie. Ik denk ook dat die zo bedoeld is. We moeten hem niet onmogelijk of onnodig oprekken. Wat bodemdaling betreft kiezen wij voor variant 3. Vanwege de samenwerkende rol die daarin naar voren komt. En dat biedt ook de meeste perspectieven om een flexibele invulling te geven tijdens de rit. Veranderen inzichten nog wel eens op mogelijkheden. En variant 3 biedt daar ook voor co-financiering van derden, om dat binnenzien te halen, biedt daar de meeste perspectieven voor. Ten aanzien van de kaderrichtlijn water, alias waterkwaliteit, zoals je het noemt. Ja, daar zouden we met 2 uit de voeten kunnen. Alleen ook daar is 3 meer flexibel. Financieel is het budgetair is het gelijk. En dan biedt 3 ook meer mogelijkheden om inderdaad ook met mogelijke cofinanciering van derden en met samenwerkingsrollen met andere overheden daar keuzes te maken. Dus kaderrichtlijn water of waterkwaliteit, ook variant 3. En daar wil ik het op dit moment bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Bikker. Helder. De volgende in de rij is bij mij de heer Harbers van fractie Bedrijven. Meneer Harbers. Ja, wij hebben niet met een schaartje willen knippen. Want af en toe heb ik dit idee dat, dat we bepaalde dingen best wel zouden kunnen combineren. Als je het over waterkwaliteit hebt en klimaatadaptatie. Als je natuuroverzicht gaat maken, doe je volgens mij ook iets voor klimaatadaptatie. Want dan kun je ook hogere afvoeren opvangen of je kunt water langer vasthouden. Dus die integraliteit, die zouden wij wel eens willen zien. En dan zijn we benieuwd of daar ook door werk met werk te maken besparingen mogelijk zijn. En nou is het, ik snap best dat we voor de begroting wel met dat schaartje moeten knippen. Maar in de praktijk denk ik dat we best meerdere doelen zouden kunnen dienen. Dat gezegd hebbende, de bodemdaling, ja, als ik het goed lees, zie ik een minimale financiële bijdrage en ik zie een beperkte financiële bijdrage. Dus ik denk dat die beperkte variant in nummertje 3 meer geld gaat kosten als bij 2. En zolang wij nog niet weten of het effect heeft en ook op de langere termijn effect heeft, ook gezien de discussies met pijlvolgfunctie en andersom, die ook in de landen gevoerd worden. En we nog niet precies weten of die onderwater spullen allemaal werken. Hebben we een voorkeurtje voor 2, maar we laten ons graag overtuigen als 3 uiteindelijk beter blijkt. Qua waterkwaliteit schijnt het lood om oud ijs te zijn bij 2 en 3. Laten we dan maar voor 3 gaan, want dan krijgen we meer en beter water, zou je zeggen.
Bij klimaatadaptatie vraag ik mij af of we überhaupt een keuze hebben. Als het klimaat daadwerkelijk verandert zoals we het nu zien, dan kunnen we niet anders dan aanpassen. En dan kunnen we wel roepen dat we effectief een miljoentje meer of minder gaan besteden. Maar dan is het leed wat daardoor kan ontstaan misschien wel een veelvoud daarvan. En dat zou ik eigenlijk bepalend willen maken. En ook nu weer het derde jaar met droogte. Dan denk ik van nou, als we dat met een miljoen per jaar kunnen oplossen. De schade die eventueel op de landbouw, maar ook voor bewoners en voor de natuur ontstaat. Dan heb ik dat er wel voor over. Dus dat is wat mij betreft een viertje. Dus daar wou ik het bij laten. Dank wel, meneer Houwers. Helder, met een verzoek om ook te kijken waar kansen gecombineerd kunnen worden of mogelijkheden. Mevrouw Jackson van de Partij voor de Dieren. Het is niet uw debuut, weet ik, maar nogmaals welkom. Hartstikke bedankt, voorzitter. En goede avond allemaal voor degenen die mij nog niet kennen. Volgens mij de meesten ondertussen wel. Ik ben Lisanne Jackson, nieuw burgerlid van de Partij voor de Dieren. Als eerste voor klimaatadaptatie. Wij gaan, omdat we ook hebben ondertekend, de motie hebben ondersteund, de motie van droogte, zoetwatervoorziening en hittestress, uiteraard voor variant 4. Ik hoor dat er veel partijen zich zorgen maken over de droogte en terecht. Daarom zijn wij ook heel erg blij met de toevoeging van inzet op voorkomen van droogtesituaties. En droogtebestrijding door toekomstbestendig maken van de zoetwatervoorziening en door actieve waterbesparing, die in variant 4 wordt genoemd. Ten aanzien van het onderwerp bodemdaling, dat is eigenlijk ook al, zoals mijn voorganger zei, gerelateerd aan klimaatverandering. In de zin van hoe meer je bodemdaling kan voorkomen, hoe meer er klimaatverandering mitigatie plaatsvindt. Ondanks dat wij het heel erg belangrijk vinden, twijfelen we nog wel over welke variant we dan moeten kiezen als Partij voor de Dierenfractie. De functie die het veenweidegebied op dit moment heeft, de veehouderij, is niet houdbaar. Het hele gebied zakt namelijk in elkaar. En we hebben last van droogte en hitte door klimaatverandering. Daarom zijn we eigenlijk van mening dat we iets anders moeten gaan doen met het gebied. Bijvoorbeeld paludicultuur, of natte natuur met zonneweides. En wij denken dat de provincies hier heel goed inrichting aan kunnen geven. Vandaar ook dat we eigenlijk nog een vraag hebben. Bij variant 2 staat er dat we dat ook het gebied aan zet is. En we vroegen ons af, betekent dat de algemene overheid, namelijk provincies en gemeenten? Want dan zouden wij graag hun beleid volgen. Zij neigen toch eerder naar functie volgt pijl. En ook het vastleggen van onderwaterdrainage bij variant 4 staat ons nog een beetje tegen. Er zijn nog een hoop vragen wat betreft de effectiviteit van onderwaterdrainage en de kosten hiervan. En het effect op het graven in de bodem en het vrijkomen van koolstofdioxide. Dat heeft dus dan niet onze voorkeur. Mochten we daar wel voor gaan, dan willen we graag ook dat die miljoen onderzoek naar onderwaterdrainage ook wordt besteed of wordt verdeeld onder natte teelt en natuurlijk pijlbeheer. Verder zijn we wel heel erg blij dat de verdringingsreeks vanuit de omgevingswet is opgenomen. Bij alle varianten overigens. En dat zorgt ervoor dat bij droogte bodemdaling prioriteit gaat krijgen boven andere functies in het gebied. Dan als laatste de kaderrichtlijn water. Dat heb ik eigenlijk al tijdens de commissievergadering aangegeven. Eigenlijk gaan wij voor variant 5. Want zo geen van de varianten die hebben als einddoel in 2027 al het halen van de richtlijnen. Er wordt overal nog uitgegaan van het naijlen van de effecten. Dus eigenlijk zouden we gaan voor een nog ambitieuzere variant. Mocht dat niet kunnen, dan gaan we voor variant 4 uiteraard. En we sluiten ons graag aan bij de heer van Loenen Martinet en de heer Laven.
dat het halen van de KRW-richtlijn heel erg belangrijk is. Dat eventueel bovenwettelijke maatregelen via samenwerking met de landbouw noodzakelijk is. En als laatste wil ik graag afsluiten met dat doelverlaging binnen de KRW niet mogelijk is binnen deze richtlijnen. En het is zeker ook niet wenselijk, want schoon en zuiver water is van levensbelang voor mens en dier. Dat was het, mevrouw. Dat was mijn bijdrage, ja. Bedankt. Oké, okay. Ja, dat vermoed ik al, dank u. De heer Dame van AWP en LRF. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, er is al het nodige gezegd en waar we ons deels in kunnen vinden en deels ook weer niet. Ten aanzien van klimaat. Wij hebben ook aangegeven dat klimaat inderdaad iets is wat op dit moment, we ondervinden het eigenlijk aan de levende lijve nu, dat heel veel impact heeft op ons watersysteem. Vandaar dat wij kiezen voor variant 4. Wij denken dat door maximaal in te zetten op het probleem wat meer en meer op ons afkomt, dat noodzakelijk is voor het gebied en voor alle stakeholders die daarin acteren. Waar we wel vraagtekens bij hebben, is dat, want een belangrijk deel van de kosten gaat naar personele bezetting. Dat werd net ook al door een van de andere partijen ook genoemd. Moeten we niet, niet de partij was ongebouwd, meneer Harpers gaf dat aan, van moeten we niet meer integreren in de, tussen de verschillende thema's. Als we zorgen dat we meer doen aan droogtebestrijding dan klimaatmaatregelen, dan verwachten wij dat ook een positief effect op de KRW zal hebben. Of op de waterkwaliteit, moet ik zeggen. En dus daar moet je kijken van wat is nou het meest optimale. Ik denk dat het niet goed is om alles inderdaad in partjes op te knippen, maar ook het integrale deel ook goed te beschouwen daarin. Maar wij kiezen voor variant 4 in deze, ook gezien de motie die we gesteund hebben. Ten aanzien van de bodemdaling zien we dat, we hebben daar de afgelopen maanden al diverse gesprekken over gehad. Ook in het AB hebben we daarover gesproken. Wij kiezen in dit geval voor variant 3. Omdat wij denken ook dat echt investeren in onderwaterdrainage is voor ons zeker nog niet duidelijk dat het ei van Columbus is voor dit gebied. Dus we willen zeker daar nog niet op dit moment onze medewerking aan verlenen. Dus we houden het dan op variant 3. Ten aanzien van het KAW, nou, ik gaf dat net al even een klein tipje van de sluier op, gaf ik daar bloot. Ik denk dat we goed moeten nadenken wat we aan het doen zijn. We hebben natuurlijk ten aanzien van het KAW liggen een aantal verplichtingen. Daar moeten we ook zeker ons goed op inzetten. Anderzijds zien we ook dat als we te maken hebben met droogte en er zit minimale water in de sloot, dan wordt het helemaal moeilijk om de KW-richtlijnen goed te kunnen volgen. Ik denk dat het op dit moment een hogere prioriteit heeft om het klimaatadaptatie, om daar meer gas op te geven, dan extra maatregelen treffen in het kader van de KAW. Mede gezien de uitspraken van vandaag door de commissie Remkes, die ook aangeven van we moeten nog veel meer doen om de stikstofproblematiek aan te pakken. En als ik dan kijk naar variant 4, dan zegt die aanpak landbouw, hoeft dan niet vanuit de KAW, maar dat gebeurt al vanuit de stikstofproblematiek. En dat zijn wel actuele zaken die we ook in deze moeten beschouwen. Vandaar dat wij kiezen voor variant 1. En wij zouden dus door
variant 1 te kiezen en te integreren een aantal activiteiten te integreren met klimaatadaptatie, denken wij heel veel bijdrage te kunnen leveren aan de doelen die in het KW gesteld zijn. Dat was het even. Dank u wel, meneer Dame Helder. Ik zie ook nog mevrouw Slusser van Water natuurlijk. Nou heeft de heer Laven al... Nee, u zwaait al, u zit hier gewoon belangstellend te luisteren. Dat is hartstikke mooi. Dat getuigt van grote betrokkenheid. Dank u. Ik even als een tussenstand hoor. Niet dat u het als een wedstrijd op gaat vatten, hopelijk. Maar we hebben hier ook twee heemraden in ons midden. En dat is het mooie van een monistisch bestel. Dat die ook gewoon mee kunnen praten. Maar ik wil even een paar lijnen uithalen. Omdat we dan nog een klein half uur hebben om daar ook met elkaar misschien even op te kouwen. Want ik proef, ik heb gewoon mee zitten schrijven. Als het gaat om klimaatadaptatie, dan spreekt daar, en ik wil individuen niet tekort doen op, maar veel ambitie uit zou ik durven stellen. Maar er zijn wel wat kanttekeningen bij gemaakt als het gaat over rolvastheid, zou je kunnen zeggen. En dat is denk ik ook goed om dat met elkaar te bevestigen. Als het gaat om bodem, daar blijft het beeld nou, een beetje zoekend, hè? Maar dat is denk ik ook goed verklaarbaar vanuit de fase waarin we zitten. Daar worden 2 en 3 in ieder geval heel vaak genoemd. En bij KRW heb ik niemand horen zeggen, die doelen boeien ons niet, maar wel een soort misschien reality check. En ook de uitdaging zou ik haast willen zeggen, hoe kun je dat nou combineren met andere opgaven, oproep die een aantal van u heeft gedaan. Dus dat geeft in ieder geval voor nu, denk ik, een beeld op deze drie onderwerpen voor het college en aan onszelf om dat ook naar een volgend voorstel te brengen. Want daar is deze avond ook voor bedoeld. Maar misschien is het ook goed om nog even stil te staan met elkaar bij, want dan proefde ik toch ook wel wat vragen, hè, van, nou ja, op variant 3, met name bij bodemdaling, maar dat geldt eigenlijk bij alle thema's. Wat betekent dat nu eigenlijk? Maar ik kijk ook even naar de heer Gremme en naar de heer Den Hartog, want jullie hebben mee zitten schrijven en luisteren. Jullie hebben ongetwijfeld ook wel de behoefte om jullie reflectie te delen met de collega's. Mag ik bij jou beginnen, Mathieu? Of de heer Gremme? Sorry. Mag ik rustig Mathieu zeggen? Ja, ik heb even meegeschreven ook. Ik proef inderdaad bij klimaatadaptatie toch veel voor variant 4. En ik schrijf ook mee dat er een aantal voor variant 2 kiezen. En ik zit even een beetje te kijken hoe we daar nu een mooie mix van zouden kunnen maken. Dus ik zit ook een beetje te zoeken of we in variant 4... waarbij we dan zouden moeten kijken van wat kan nu in variant 4... toch ook aan alle doelen die ook gesteld zijn in het kader van de kaderrichtlijn, maar ook in variant 2, waar toch ook een iets lagere ambitie wordt neergezet. En ook de rol van zoet water in dat geheel. Dus ik denk wel dat we naar een optie kunnen waarbij we een iets gematigder variant 4 hebben, om recht te doen ook aan variant 2. Waarbij sommige mensen zich dan ook wat beter zouden voelen. En wat betreft het verhaal rondom de integratie met kaderrichtlijn, ja, die geldt ten alle tijden. Dat hebben we ook al in het verleden altijd gedaan als we het hebben over de MBW-opgave. Daar hebben we toen de tijd ook aan gezorgd dat we geprobeerd hebben om juist die oevers, die natuurvriendelijke oevers, in meerdere rollen te geven. En ik zie ook wel mogelijkheden in de toekomst om daar ook een invulling aan te geven, wat betreft met name de KRW in het kader ook van, zeg maar, de klimaatadaptatie. Ik kijk even naar de samenwerking ook met gemeenten, die wordt ook hier even nog benoemd. Ook daar zouden wij in die samenwerking ook kunnen kijken van hoe kunnen we nou in die processen alle doelen die ook van belang zijn, om die ook een inhoud te geven. Dus ik zie daar best mogelijkheden in, maar daar wil ik mee aangeven dat we ook, denk ik, daar ook met de opmerkingen die gemaakt zijn, ook wel een variant blijven bij variant 4, als we het hebben over klimaatadaptatie, maar waarbij recht wordt gedaan aan de opmerkingen die ook gesteld zijn.
Voorzitter, u had het met name over, dacht ik, klimaatadaptatie op dit moment. Of wilt u ook de andere onderwerpen nog even kijken? Wat dienstbaar is om ook met elkaar nu het goede gesprek te voeren. Dus om ook daarop te reflecteren. Oké, ik bodemdaling, dat is denk ik een... Ja, ik kijk toch even daar doorheen en dan zie ik toch een veelvoud aan opmerkingen die bijna allemaal op variant 3 gaan, de samenwerking rond. Daar ben ik blij om. Met wat opmerkingen die ook aangeven van, ja, kijk nou wel goed wat je aan het doen bent in de samenwerking. Maar ook hier geldt de samenwerking met de partijen in de regio met name. En of dat dan de gemeente zijn of de landbouw zijn, maar met meerdere actoren in het gebied. Ik had ook het idee dat daar ook in algemene zin wel nu duidelijk is dat wij daar een rol moeten spelen. En die is denk ik al van belang. Los van de inhoud, want we hebben een roadmap met elkaar in de laatste commissievergadering besproken, waarbij ook aangegeven is dat er verschillende facetten nog steeds terugkomen waar de commissie en zo nodig ook het AB bij betrokken wordt. Dus daar geven we heel duidelijk ook aan dat in die samenwerkingsrol ook steeds eikmomenten zijn waarbij we dan kunnen kijken naar het geheel. Voorzitter, wat betreft de kaderrichtlijn water, ja, ik denk dat een algemeen beeld bij mij roept op dat er toch wel ook hier de samenwerking met partijen genoemd wordt en ook geroemd wordt. Ook om die samenwerking, wat ik ook in de laatste commissievergadering ook heel neergezet heb, van we zullen juist ook met andere partijen moeten samenwerken, maar andere partijen staan ook aan de lat. En dat hoorde ik bij meerdere mensen ook benoemen. Dus dat geeft ook wel weer een stuk positiviteit. En ook daar geldt integreren waar je kan in processen met zowel gemeente als met landbouw of wie dan ook. Dus ik hoorde daar toch in grote lijnen ook die variant 3 en 4 toch ook wel als met 3 ook. Als belangrijke facetten. Dus ik, dat is even wat mijn beeld is, voorzitter. En als u de... Ik druk op spatiebalk, maar die hapert soms. Maar goed, nu ben ik volgens mij verstaanbaar. Er komen inmiddels ook op de chat wat vragen binnen, maar ik stel voor, kijk even naar collega Den Hartog vanuit de verantwoordelijkheid middelen, want nee, u hoeft... Prima. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat, ik zou het onbeleefd vinden om u niet de gelegenheid te geven, op zijn minst. Want het is misschien ook goed om hier ook met elkaar te constateren. We hebben pas het integrale beeld als we die twee avonden hebben gehad. En dan hebben we ook zicht op de financiële consequenties. En dan heeft u ook natuurlijk alle ruimte nog om daar weer, voor zover u daar behoefte aan heeft, uw eigen totaal eindoordeel over uit te spreken. Want dat hoort ook bij een zorgvuldig proces. Misschien van mijn kant alvast een opmerking. En dat is ook, daar hebben we ook binnen het college al eerder over gesproken. Op het moment dat je dus, en dat hebben we al vaker gezien, vaker in een samenwerkende rol komt. Hè, waarbij je eigen inzet, kennis en middelen met partners ook wil inzetten. Dan vraagt het ook wel het nodige om aan de voorkant met elkaar goed af te spreken. Hoe ga je dat dan monitoren en die informatievoorziening? Hoeven we nu niet diep op in te gaan. Maar dat is dan ook wel een opdracht aan onszelf, denk ik. Omdat dat dan meer complexiteit met zich meebrengt. Dan dat je gewoon zegt, dit is het geld, dit gaan we doen. En daar rapporteren we over. Maar dat is even in de marge. Ik begin even met de vraag van de heer Harbers en dan loop ik naar boven naar de heer De Groot en mevrouw Jackson. Er komt op het vlak van bodemdaling nog een doorrekening van kosten en beoogd effect in hectare gebied. Daar hebben we natuurlijk in de commissie ook al uitgebreid over gesproken, maar dus ik kan me voorstellen dat het relevant is ook in het kader van het WWP om dat antwoord even te krijgen. De heer Gemme. Ja, wat betreft bodemdaling, daar hebben we een roadmap aangegeven hoe dat we daarmee omgaan. En dat zijn allemaal verschillende onderdelen. Er is nu geen doorrekening te maken wat betreft de financiën. Want we hebben aangegeven dat er voorlopig nog geen financiën
benodigd zijn. En we hebben ook aangegeven dat als wij met financiën komen, komen we daarmee naar het AB. En dat zal dan zijn in het kader van bijvoorbeeld, hè, ik neem eens een voorbeeld, dat er een partij, een provincie of een gemeente of samen een partij zoekt om bijvoorbeeld een onderwaterdrainageproject te financieren of een pilot te doen of iets dergelijks. Nou, dan zullen we daar, dat hebben we ook afgesproken, dan zullen we daarmee naar het AB komen. Dus er is in totaliteit nog op dit moment geen financieel kader wat betreft bodemdaling. En er is ook nog geen middelen gevraagd. Dus we hebben nog steeds het pakket wat we nu hebben, is vooral aan tafel zitten, onze expertise inbrengen, meesturing geven aan het hele proces. Dat is meer de samenwerkende rol waar wij op dit moment aan denken, zonder daar grote financiële consequenties van te hebben. Dat van de heer Habers. Ja, dat is hopelijk, dat ik zag mevrouw Jackson ook met een vraag over de roadmap, of die daarmee voldoende beantwoord is. Want dat is waar ik net ook op doelde, op het moment dat je kiest voor die variant 3, waarbij je meer in coalities of op initiatieven van anderen je gaat richten, dan is dat, ja, dat levert ook in de uitvoering en in de verantwoording wat meer onzekerheden op. Dat laat zich raden. En dan kun je maar beter aan de voorkant met elkaar delen dat dat zo is. Mevrouw Jackson, was dat voor u ook voldoende voor uw vraag? Niet? Dan geef ik u het woord, want dan kunnen we hem nader toelichten. Oké, hartelijk dank. Dat was inderdaad wel een deel van mijn vraag. Ik had als aanvullende vraag nog of er nog een extra commissievergadering watersysteem komt om te praten over bodemdaling van het Veenweidegebied en ook over het laatste onderwerp van het meerjarenbaggerprogramma dat niet aan bod is gekomen tijdens de afgelopen vergadering. En of dat dan plaatsvindt voor het AB of eventueel daarna. Wanneer het eigenlijk geen zin meer heeft. Dat was het, mijn vraag. De vraag is mij helder. Maar dat soort verzoeken komen in principe gewoon in het presidium ter bespreking. En dan is het commissievoorzitter die daarbij het gevoel van de commissie op waarde schat. Dus ik kan daar nu geen antwoord op geven. Dat zou ook niet correct zijn. Ja. Maar dat is dan aan de voorzitter om dat ook met de presidium te delen. Dank. Dan hebben we nog de heer De Groot, die wilde nog een vraag stellen over klimaatadaptatie. De heer De Groot. Dank u wel, voorzitter. Bij klimaatadaptie gaf de Heemraad aan van, ja, we kunnen ook een variant tussen 2 en 4 bedenken. Nu wil het geval dat variant 3 niet ingevuld is. En het zal eigenlijk wel prettig zijn wat hij benoemd heeft, om dat dus bij variant 3 in te vullen. Dat we dat ook vooraf helder hebben. En wat betekent dat nou in financiën? En wat gaan we er nu voor doen? Want ja, dat vakje is leeggehouden. Het leek wel dat we eigenlijk niet het idee hadden wat we mee moeten. Maar ik denk dat de Heemraad dat nu zo in kan vullen. Meneer De Groot, ik weet niet. Ik weet niet of het zo snel kan. Maar volgens mij heeft de Heemraad willen zeggen, rechten willen doen aan de inbreng hier, dat er veel ambitie is, maar dat er ook kanttekeningen zijn geplaatst ten aanzien van op welk terrein moeten wij ons als waterschap wel of niet willen begeven. Maar ik kan me voorstellen dat je ook daarna combinaties van doelen kan komen. Groen water en hittestress en droogte, dat heeft natuurlijk een relatie. Maar ik geef het woord aan de heer remmen, want de vraag was aan hem gericht. Nou ja, voorzitter, dat is precies wat ik ook bedoelde. Van om in variant 2 werd een beetje zo aangegeven als ook een soort, laat ik maar zeggen, er zit wat veel onzekerheid en bezuinigingsdrang, laat ik het maar even zo noemen. En ik denk dat door integratie met bepaalde componenten, dat we kunnen kijken of we daar recht aan kunnen doen. Dus daarom kom ik eigenlijk met het voorstel. Misschien moeten we daar nog eens even ons licht op werpen. Want variant 4, dat hebben een paar mensen ook aangegeven, geeft ook wel een behoorlijke financiële kader. Dus ik dacht even van, op die manier kunnen we kijken of we, en het is nu niet, denk ik, om met een schaartje te knippen, maar ik begrijp de oproep. Laat ik het zo zeggen.
helder. En dit is ook precies waarom zo'n sessie het college ook weer helpt en de organisatie om met een vervolgvoorstel te komen. Zodat we ook vanuit de verschillende deelsessies het totaalbeeld hebben en nu ook alle consequenties onder ogen krijgt. Ik ga nog even naar de heer Lave. Ja, u zegt, ik zou niet willen pleiten voor een variant 4-min, waar de heer Gemmen mee komt, maar voor wat onderzoek of extra bestedingen voor variant 4 niet veel schade bij extreme kan voorkomen. Nou weet ik niet of daar een tegenstelling is. En daar wordt al op u gereageerd, onder andere door de heer Harbers. En de reactie van de heer Van Loenen mag die net beschouw ik als steunen voor uw statement. Maar ik kijk. En dat is ook goed, hè? Want we zijn een club die altijd op zoek is naar waar vinden we elkaar. Maar het is ook goed om gewoon verschillen hier natuurlijk te benoemen. En die mogen er ook zijn. Maar ik kijk ook even, maar de heer Gremme is bij mij uit beeld verdwenen. Of u daar nog op wilt reageren? Op, nou, ik begreep niet goed uw opmerking, dus misschien kan de heer Lave dat wat toelichten, want ik zat even te zoeken wat nou de bedoeling was. Ik hoorde u maar even niet heel duidelijk erin. De heer Lave. Nou, het ging erom van u maakt een soort gemiddelde van er waren veel stemmers voor 4 en een aantal voor 2 en dan maakt u er een 4-min van. Mijn verwachting is dat de investeringen, de extra investeringen in variant 4, veel schade zullen voorkomen. En die schade die kan veel groter zijn dan die extra investeringen. Nou, en dat geloof ik erin, dat mogelijk niet alleen ten koste gaat van het waterschap, of ten bate gaat van het waterschap, maar mogelijk voor andere partijen. En daarom noem ik het even de BV Nederland. Maar ik geloof dus dat die investeringen in variant 4 ruim terugverdiend worden. En dat zou je even eerst moeten onderzoeken voordat je je ambitieniveau verlaagt. Dat is mijn pleidooi. Is die zo helder? Is dat helder? Nee, maar dan snap ik het. Maar dan denk ik dat we... kijk, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen natuurlijk zeggen, we gaan 1 miljoen... ik noem maar wat, een getal, hè. Gaan we zeggen van, dat hebben we en daar gaan we gewoon mee aan de slag. Of we kunnen zeggen van, kunnen we nou ook bepaalde zaken met elkaar combineren? Ik geef een voorbeeld. Zoet water hebben wij afgelopen AB-vergadering een motie aangenomen van, geef daar meer aandacht voor. Ik kan me voorstellen dat als wij, ik geef een klein voorbeeld hoor, we moeten dat niet meteen ook letterlijk nemen, maar ik kan me voorstellen dat wij, als wij de kunstwerken en de inlaten, waar ook een ander programma voor is, dat we die prioriteren, in plaats van dat we geld uit zoet water halen, hè, uit klimaatadaptatie, dat we dan slimmere combinaties maken. Dat is denk ik wat ook een beetje sommige mensen in het AB bedoelden. Dat je niet ruksigloos zegt, we hebben 1 miljoen en ze moeten bij wijze van spreken gespendeerd worden. Maar je kan ook zeggen van, we hebben een programma waarbij we nogmaals inlaten aan gaan pakken. Dan gaan we in prioriteren. En kijken of we daar een slimme combinatie kunnen maken. Dat zijn nou de dingen waarvan ik zeg, en dat hoor ik de heer Harbers en anderen ook zeggen, probeer daar te zoeken naar het optimum. En dat is denk ik waar we naartoe willen. Waarbij we dan ook, want zoet water is eigenlijk alleen maar het water inlaten, de droogte mee kunnen bestrijden. Dus ik wil niet aan die variant tornen om te zeggen van, maar we moeten daar, die motie is ook nog vrij vers, we moeten daar denk ik de slimme combinatie gaan zoeken. Dus vandaar dat ik even aangeef, ja, mooi dat u dat aangeeft, maar ik hoor ook anderen die het hebben over, ja, we willen naar variant 2 en ik wil niet naar een variant 3, want die is er niet, maar we moeten wel gaan kijken hoe we de slimme combinaties kunnen maken. Dat is denk ik, en dat lijkt alsof er een bezuiniging is, nee, dat kan een bezuiniging worden, maar het is het niet. Dit gesprek moeten we natuurlijk in een later stadium ook voortzetten met elkaar. Maar ook met oog op de tijd wil ik de heer Dame en mevrouw Jackson graag nog kort het woord geven. Dan stel ik voor dat we naar een afronding gaan, wetende dat er nog een avond komt. En dit, de opbrengst van vanavond, is 17 uur weer in een verder uitgewerkt voorstel bij u terugkomt. En dan kunnen we het dan weer over hebben. De heer Dame om te beginnen. Dank u wel.
Nou, ik mis eigenlijk nog even een reactie op mijn opmerking ten aanzien van de KAW, de KAW-maatregelen. Ik heb gesteld van, we moeten ook kijken naar de tijd waar we nu in leven en de omstandigheden waarin we verkeren. En we zien nu dat, dat er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zijn. En ik noemde daar de stikstofproblematiek bijvoorbeeld bij. Waar vandaag weer nieuwe lichten op geworpen zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook impact heeft op onze doelstellingen ten aanzien van de KAW. En ik denk dat we daar zeker niet onze ogen voor moeten sluiten. De KAW uitgangspunten die zijn in een wat verder verleden vastgesteld. En ja, daar zijn nu recentelijk dus weer andere inzichten bijgekomen. En ook, daar zullen ook maatregelen uit volgen. Dus ik heb, tenminste, ja, we hebben daar als fractie, vinden wij het belangrijk om dat ook in dit perspectief te bekijken. En om daar nu klakkeloos dat te doen wat we telkens gedaan hebben, daar hopen we dat we leren van de informatie die nu, de actuele zaken die nu spelen, om die daar ook in bij, mee te nemen. Dank meneer Dame. En we weten allemaal, als we nog 3 extreem droge jaren krijgen, dan gaan andere zaken ook weer in de stroomversnelling komen. Mevrouw Jackson. Dank voorzitter. Ik wil graag kort even aanvullen op de heer Laven, want wij ondersteunen ook heel erg variant 4. En dat was met name omdat daar ook staat beschreven dat er intensief wordt ingezet op het voorkomen van droogtesituaties en droogtebestrijding door toekomstbestendig maken van de zoetwatervoorziening door waterbesparing. En dat was voor ons fractie de doorslaggevende zin eigenlijk. En omdat ik het zo mooi vond dat de Heemraad het had over het combineren van doelstellingen, heb ik ook nog eentje gevonden. En dat is door bodemdaling tegen te gaan, help je ook het voorkomen van afstromen van, vanaf landbouwen naar het water van stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen, wat weer gunstig effect heeft op het halen van de doelen van de KRW. En dat was mijn bijdrage. Dank mevrouw Jackson. Ja, volgens mij zijn we ons er allemaal van bewust, zeker de mensen die al langer bij het waterschap betrokken zijn, en dat zijn er enkele onder ons, dat gaandeweg we zien dat ja, de leefomgeving zich niet in water en natuur en agrarisch en bedrijven laat opknippen, maar dat al die opgaven aan elkaar raken. En dat maakt het nou ja, soms ook geforceerd als we dan, zoals vanavond, die thema's heel erg opknippen in 4 varianten en uiteindelijk moeten we toch ook weer naar een synthese toe. Dat was, zo was ook mijn oproep bedoeld, zojuist werd ik via een appje opgewezen. Op 17 juni gaan wij de andere thema's bij de kop pakken en daarna hebben we het overzicht over alle thema's, hoe we ons daartoe verhouden. Ik kijk ook even met de schuin oog op de klok, wetende dat een korte pauze voor wij weer de plenaire sessie ingaan misschien ook wel zeer gewaardeerd wordt. Of er nog nabranders zijn of nog vragen die op dit moment gesteld moeten worden. Misschien een reactie, voorzitter? Ja, uiteraard. Ja, ik hoorde de heer Dame heel duidelijk over van de huidige, zeg maar, de actualiteit. Nou, ik denk dat die op zijn wenken bediend wordt. Want in wezen is het natuurlijk zo dat als ik de stikstofproblematiek is natuurlijk ook een landbouwopgave. En dat biedt juist kansen in variant 3 om daar juist met elkaar daar ook een opgave mee te kiezen. Dus hij stelt van ik kies voor variant 1. Ik denk toch als hij de problematiek wil oplossen, dat hij met name dat we daar kunnen kijken van kunnen we daar in variant 3 niet meer de samenwerking gaan zoeken. En op die manier ook proberen het probleem van de stikstofproblematiek, die met name een inzet is ook van landbouw, maar ook van verkeer en anderen, om die ook mee te zetten, in te zetten. Overigens, het tweede wil ik hem ook nog meegeven. Juist in die samenwerking van variant 3 proberen we ook
En dat doen we al. Ik kijk even naar de projecten als de Nieuwe Zuiderlingendijk en de Bruuk, waarbij we ook met name over de stikstofproblematiek al ingezet hebben. Ik wil het aangeven. Daar hebben we ook al de Natura 2000 gebieden meegenomen. Dus in wezen verlaten we dan dat spoor met variant 1. Ik wou dat toch nog even meegeven. Het hoeft niet te veranderen, maar ik wou het toch even als reactie geven. Want juist zijn oproep is ook variant 3. Dus ik wou hem dat toch even als antwoord geven. Ik geloof, als ik naar de geluidsuitdrukking kijk, dat de boodschap is ontvangen. De heer Van Straten meldt zich nog. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb in ieder geval met grote belangstelling ook naar het inbreng van ieder geluisterd. En wij hebben ook nog een extra fractie gehouden ook om dit goed voor te bereiden. Maar ik ga er toch ook vanuit dat we vanavond niet onze definitieve keuze maken. Dat heb ik denk ik goed begrepen. Want mede ook op basis van alle inzichten van de andere partijen, dan zouden we onze mening nog hier daar wat kunnen of willen bijstellen. Dat wou ik nog graag eventjes laten weten. Nee, maar meneer Van Straten, ik hoopte, maar dat kan maar niet helder genoeg zijn. Ik had volgens mij al benadrukt aan het begin van de avond bij de opening. Dit is het moment om natuurlijk ook te delen hoe we er als fractie in zit. Maar ook het moment om daar waar dat waar inzichten van anderen of argumenten van anderen, dat is ook een mooie manier van met elkaar verkeren. Ja, dat kan altijd nog tot aanpassingen leiden. Plus dat we pas na 17 juni over alle thema's van alle fracties het beeld compleet hebben. En dan kunnen we ook pas met elkaar het geheel overzien. En dan komt toch later een moment waarbij elke fractie natuurlijk zijn standpunt moet bepalen over het hele WBP. Maar tot die tijd zou ik er zelfs voor willen pleiten. Vooral goed ook luisteren naar argumenten van anderen. En die mee terugnemen naar de fractie en straks bij het eindoordeel. Want dat is denk ik de enige goede route om het met elkaar te doen. Anders heeft het gesprek ook geen zin meer. Nee, in ieder geval dank u wel voor mij de aanvulling. Goed dat u daar nog even de aandacht op vestigt. Dan stel ik voor me, ik kijk nog even ieder schermpje langs, dat wij nu gewoon 9 minuten gaan pauzeren. Want om 9:50 worden wij, als mijn geheugen me niet in de steek laat, weer in de plenaire sessie verwacht. Althans, dan vindt de overstap plaats. En dan gaan we daar met een paar minuten over ervan uitgaan dat collega's zich ook aan het schema houden. Naar even de plenaire terugkoppeling. En die zou de voorzitter voor haar rekening nemen. Maar ik stel voor dat ik dat dan namens u allen doe. En dan zal ik naar eer en geweten het genuanceerde beeld schetsen. Met ook een aantal kanttekeningen die zijn gemaakt. En dan bent u vrij om daar weer op aan te vullen of op af te doen. Is dat een goed voorstel? Dan zien wij elkaar rond 9:50 weer in de plenaire Zoom. En dan pakken we hem daar weer op. Dank voor zover. Tot straks.
Wat een techniek. Wat een techniek, hè? Ja. Waar komt de heer Gremmen nou opeens vandaan? Waar komt Hanni nou in één keer vandaan? Hanni ook nog, ja. Ik snap er helemaal niks van. Het zijn allemaal plenaire mensen. We komen allemaal uit de hemel gevallen. Ja. Ik wens u een fijne pauze. Tot straks. Pauze? De pauze is net afgelopen. Ja. Hanni is wel weer technisch onder ons in ieder geval. Ja, typisch dat het dan net niet goed ging. Ja, ik kreeg via de app uitleg. Dat is misschien voor de collega's ook wel goed om even te delen. Op het moment dat je technisch zeg maar niet meer in de sessie kan deelnemen, omdat je wifi-verbinding wegvalt of anderszins, dan kun je er niet meer terug in die deelsessie, tenzij je de opname stopzet. Maar ja, dan heb je dus weer geen opname meer. Dus dat was even het dilemma, zo heb ik het begrepen. Mm. Dus, ja. Ah, dat verklaart waarom ik zo lang zat te wachten totdat ik weer terugkom. Ben jij dat, Hanni? Nee, dat was ik. Wie is ik? Ik. Wie zal dat? Is mevrouw Mollema. Oké. Hey, ik heb jullie nog een klein beetje kunnen horen via de FaceTime. Maar ja, het was jammer, ik kon er niet meer terug in, dus ja. Ja, was spijtig, Hanni. Ik denk. Een voorzitter die dus monddood gemaakt is. Beetje cru uitgedrukt. Die vraag op te stellen. Ja. Via de digitale snelweg, monddood. Ja. Ja, ja, af en toe moet je een geintje maken. Ik denk dat je maar moet gaan skypen, Hanni. Ik denk het ook, ja. Of anders pak je de fiets, kom je bij mij kijken. Ja, ja, dan was ik sneller geweest, denk ik. De heer Peren geeft aan dat de video door de host is geblokkeerd. Dat zal dan toch ook wel een reden hebben, of niet? Nou, ik heb oorbare dingen gezegd. Of volop aan het eten. Dat, Nee, maar ik probeer hem te openen. En dan geeft hij aan dat hij het niet doet. Omdat de host hem blokkeert. Oh. En nou is hij bezig. Ja, dan ben ik. Kijk, ja. De host ja. heeft zijn werk gedaan. Dank je. Volgens mij wilde Roelof straks nog wat vragen. En die zat allemaal te zwaaien net toen we weggingen. Ja, niet. Die miste in onze sessie, tenminste als ik het niet goed heb, Roelof, dan meld je jezelf even. Die miste in onze sessie de inbreng van het CDA. En we hadden natuurlijk niet scherp of Hanni even haar voorzitterspet zou afzetten. En ook de inbreng van de eigen fractie zou bezorgen. Ja. Meneer de Dijkgraaf, ik had één vraag. Meneer De Peuter, jazeker. In deze nutteloze minuten. Hoe komt het? Nee. Het wisselend overgedacht. Nou, dankjewel. Nee, maar hoe kan het omtrent dit hele belangrijke onderwerp, wat toch integraal alle portefeuillehouders raakt, dat ik toch een aantal portefeuillehouders hier vanavond mis? Want ik zou bijna zeggen dat we dienen tot alle portefeuillehouders bij te moeten zijn. Het treft toch alle portefeuilles een beetje, of... Ik zie de Grem hebben gezien. Ik dacht in een bliksemschicht de heer Den Hartog. Ja. En de heer Driessens. En de rest is afwezig, of niet? Ik ben er wel, ja, Bas. Ja. Ja, ja. Ik ben zin te tellen, Bas. Bas, overigens. Ik ben het geld tellen hier net steeds. Kan jullie praten, ben ik de zin aan het tellen. Het is overigens de heer Driessen, meneer De Peuter. Ik hoorde in de commissie ook steeds een S aan de naam toevoegen. Driessens, toch? Nee, het is de heer Driessen. Hij zegt, ik ben nou de heer Driessen, zegt hij. Ja. Nee, meneer Peuters. Kun je maar van mij uit. Ik ben toch altijd de kop van je, dus... kan ik allemaal wel tegen. Maar even serieus... Die andere kon er niet, of dat is geen verwijt of zo, maar dat is het vermaakt me enigszins. Want het zijn best belangrijke sessies voor portefeuillehouders, of zie ik dat verkeerd?
om mee te maken? Ja, volgens mij is het waterbeheerprogramma uiterst belangrijk. Maar daarmee geef ik geen orde, want het college is hier ruim vertegenwoordigd. En ik kan niet in de agendas van de collega's kijken wat er aan andere zaken wel of niet speelt. Dus, maar het was maar voor de vuistregel. Dus het is opgeknipt toch, hè? Want de veiligheid, dat komt de volgende week aan de orde. Dus ik neem aan dat mevrouw Roor daar dan in ieder geval present is. Daar zit nog wat verschil in. Ja, maar meneer Lave, de opmerking is gemaakt in navolging met net de behandeling in het, hoe noem je dat, groepje. Het watersysteem is ook weer opgesplitst in baggeren en de rest gaat naar andere commissieleden. Zo wordt alles opgesplitst. Ik hou ook graag een beetje van integraliteit en duidelijkheid naar richting bepaalde personen die er heel jammer bezig zijn. Dus vandaar, ik zie in dit stuk toch duidelijk raakvlakken bij andere portefeuilles liggen. Zou ik als portefeuillehouder uitermate belangstellend zijn. Maar als er andere redenen zijn, dan kan ik het begrijpen. Dus, maar volgens mij is het college ten aanzien van het thema goed vertegenwoordigd. En dat zal op 17 juni ook zo zijn. Maar ik vind het mooi om het appel te horen dat de aanwezigheid van het college in ieder geval zeer op prijs wordt gesteld. Dus die boodschap zal ik overbrengen. Ja, die moeten mee aan de slag dadelijk, neem ik aan, of niet? Die gaan niet achterover zitten, die gaan wel hard aan het werk. Dus, het college gaat altijd met de inbreng van het AB aan de slag, dat weet ik. Ja, ja, dat weten we. Zo is het. We hebben geen keuze, Bas. Daarom zijn we altijd zo alert in het AB. Ja. Maar dat waarderen we ook. Ja. Kijk, dat was het lot van de heemraad, hè? Bij de NATO dan luisteren nou? Naar AB. Ik kijk even of ook collega Driesje weer in de Zoom zit. Want ik heb niet iedereen gelijktijdig op mijn scherm. Ik zie... Die is er nog niet. Nee. Die is net best hard aangepakt, hoor, in de commissie. Dus... Dit zat alleen door jou, Bas. Was het alleen door jou of ook door anderen? Ja, juist niet door mij. Ik kreeg pas het laatste het woord. Meneer Laap. Extra minuten. Heel slim gereageerd. En toen had je niks meer te zeggen, Bas. Nee, het was bijna al op. We hebben een hele goede voorzitter. Ik zie collega Driessen ook weer in beeld. En het is bij mij op de computer 9:55. Dus volgens mij. Even kort de terugkoppeling uit de beide deelsessies. Ik zal even aan de hele groep hier duiden. Dat zal in ons geval niet mevrouw Visser Kieboom zijn, want die had technisch malheur. En toen heb ik na 1 of 2 reacties heb ik het voorzitterschap overgenomen. Dus ik zal ook de terugkoppeling van die sessie verzorgen. Dus dan weet u daarvan. Maar dan begin ik even met de deelsessie waar baggeren en watersystemen op orde centraal stond. En collega Driessen zal ook inhoudelijk namens het college de rol pakken. Maar ik kijk ook even... collega Driessen, want u was bij de andere sessie. Wil u eerst even het woord? Ja. Ik denk dat u al even aangegeven hebt van... We nu de terugkoppeling krijgen. Ik stel me zo voor dat inderdaad de eerste twee mensen namens de deelsessies even een terugkoppeling geven en om eens aan te geven wat er gespeeld heeft. Omdat er in de groep waar ik zat, toch ook alweer een bijzondere discussie was over de realiteit allemaal. En we moeten even op het eind van de twee terugkoppelingen eens kijken van zitten daar wat gedeelde zaken in. En er is ook een belangrijk voorstel geweest in de deelsessie waar ik bij zat. Maar dat laat ik graag even aan mevrouw Doden van Troostwijk over. Dus als ik u eerst mag vragen om een terugkoppeling te geven en daarna ga ik dat vragen aan de heer Verdaas. Dank u wel, meneer Driessen. Ik was nog snel een beetje aantekeningen aan het maken, dus ik hoop dat ik het goed weergeef. Er is veel gezegd over beide onderwerpen en wat erg opvalt is dat variant 3 voor beide onderwerpen heel veel is gekozen. Soms met de opmerking dat we een soort van fallback
waardering is voor dan variant 2 of 1, of een toch iets grotere ambitie om voorzichtig naar de 4 te kruipen. Het lijkt erop dat de meeste leden van de fracties toch een beetje tegen worden gehouden in hun ambities door de op handen zijnde crisis, voor zover die er niet al is, maar die zich waarschijnlijk nog zal verdiepen. En er waren ook echt vragen over waarom eigenlijk variant 4 hier en daar is voorgesteld. Omdat het heel lastig is om daarvoor te kiezen, omdat we allemaal begrijpen dat dat later consequenties heeft. En meneer Dries heeft al toegelicht dat, ja, dat je dan later daar keuzes over kunt maken in een later stadium. Maar goed, dat zijn toch wel opmerkingen. Het belang van variant 3 wordt heel erg gestuurd door, wat ik heel veel heb gehoord, is onder andere toch heel veel waardering voor de samenwerking en de waardering van de stakeholders. De synergievoordelen. Ons gebied, de gebiedskenmerken, die om een andere aanpak vragen, die vooral ook veel flexibeler zou moeten kunnen worden opgepakt. En tot slot wil ik nog even noemen dat maar ik geloof dat dat daarnet ook al even in de pauze een beetje is besproken, dat er dat mensen het heel jammer vinden dat ze bij bepaalde andere sessies niet kunnen die wel bij hun commissie horen. En er is voorgesteld om in de commissie watersysteem aandacht te besteden aan alle aspecten die vandaag en met de volgende bijeenkomst worden besproken die bij watersysteem horen, om die dan ook nog even in de commissie te bespreken, zodat iedereen daar een meer overzicht over heeft en de zaken aan elkaar kan binden. Ik hoop dat ik het zo ongeveer heb weergegeven zoals het is gegaan. Dank u wel. Meneer Dries, u mag even uw microfoon aanzetten. Dank u. Ik kijk even naar aanwezigen. Mist mevrouw Doudert van Troostwijk nog een essentieel punt met de terugkoppeling? Volgens mij niet. Ik zal er straks even op reageren. Dan kijk ik naar de heer Van Daas. Dank u wel, collega Driessen. Dat is denk ik een redelijk helder beeld te schetsen, met natuurlijk ook alle nuances die de fracties daar zelf in hebben aangebracht. Maar dat komt allemaal natuurlijk terug ook op een later moment. Maar laat ik niet herhalen letterlijk wat is gezegd, maar even erboven gaan hangen. Dan is op klimaatadaptatie, maar dat is gegeven de motie ook, geen grote verrassing. Dan is er ambitie om dat in ieder geval nadrukkelijker te agenderen, waarbij velen, maar niet iedereen nog, laat dat ook helder zijn, zich hebben uitgesproken voor ambitieniveau 4. Maar ook daarbij, ook door andere fracties die op een ander ambitieniveau uitkwamen, kanttekeningen zijn gemaakt als het gaat over, het gaat wel ook om de rolvastheid van het waterschap. Dus het belangrijk maken van klimaatadaptatie kan ook een externe motiverende werking hebben naar onze partners. Er zijn nog geen bedragen genoemd, maar daar is wel richting gegeven. Daar mag een tandje bij met nuances, laat ik het zo maar zeggen. Dan is vervolgens bij bodem, maar dat is denk ik ook indachtig het traject waar we in zitten, is dat nog wat meer zoeken. Daar zijn de standpunten wat minder extreem als het gaat om een 1 of een 4. De 1 kwam sowieso maar heel beperkt langs bij ons. Daar zie je vooral ook het zoeken naar wat gaan anderen doen en hoe gaan we ons daartoe verhouden? Hoeveel hebben we er dan van over? En dat is natuurlijk ook bij uitstek een antwoord dat nu nog niet gegeven kan worden. En dat misschien ook wel een appel doet. Hoe ga je dan met zo'n onderwerp dan verder? Maar daar zal ik direct in meer generieke zin ook nog iets over zeggen. En als het gaat om KRW, dan wilde, voor zover ik mijn registratie klopt, niemand een stapje terug doen. Was het vooral ook zoeken naar waar is het nog zinvol om een stapje erbij te doen. Waarbij sommige fracties nadrukkelijk kiezen voor 4 of zelfs nog een niveau daarboven. En anderen daar ook veel meer zoeken binnen de kaders van de voorjaarsnota naar hoe kunnen we nou in de samenwerking bijvoorbeeld slim combineren van opgaven daar toch de doelen halen of beter halen dan we nu doen. Misschien is het ook goed om met een ieder te delen, al is het ook maar voor de helderheid, dat deze avonden ook zijn bedoeld om naar elkaar te luisteren. Natuurlijk ook van elkaar te vernemen, waar sta je als fractie? En pas als een
integraal beeld is op alle thema's na 17 juni. Dan worden fracties pas gehouden aan. Althans, dan wordt verwacht dat u ook natuurlijk over het geheel iets gaat vinden. Want dan hebben we pas ook financieel, maar ook inhoudelijk alle vakjes, zeg maar, richtinggevend gevuld. Dus dat is misschien ook wel het comfort wat u daar vanavond en ook 17 juni aan kunt ontlenen. We zijn nog in gesprek met elkaar. Een notie die ik zelf inbracht, maar die bleek ook wel uit een aantal vragen van AB-leden. Op het moment dat je kiest voor optie 3, even ongeacht het onderwerp, dan ga je dus meer in de samenwerkende rol. Je zou kunnen zeggen netwerken, allianties. En dan maak je je dus ook afhankelijker van initiatieven van derden of hoe je in die coalities vaart. Van ja, wat je dan de komende jaren precies wel of niet kan gaan doen. De plus is zeg maar dat je een hefboom creëert met je eigen middelen. Ja, je weet ook niet waar anderen mee komen of wat hun ambities zijn. Dus daar is het misschien ook goed. Maar dat is meer een hypotheek voor als het WWP eenmaal daar is. Om met elkaar te kijken hoe je vanuit die kaders ook de informatievoorziening richting u allen vanuit die controlerende rol dan ook goed kan invullen. Want dat is iets anders dan gewoon zeggen, dit gaan we doen, dit hebben we ervoor over en uitvoering geven. Dus als een keerzijde van combineren en met andere partners meer samenwerken. En tot slot, maar dat is een detail, maar wel wat door een aantal collega's werd gemist, althans dat bleek uit appjes en op het laatst nog op de chat, dat wij de CDA-fractie misten in onze sessie. Dus ik kijk ook even naar mevrouw Visser-Kieboom, dan wel de heer Van den Herik, of jullie nog heel kort op klimaatadaptatie, bodem en KRW richting kunnen geven, of dat dat op een later moment komt. En als ik zaken, essentiële zaken heb gemist of mensen geen recht heb gedaan, dan hoor ik het graag. Zal ik even inderdaad reageren? Ik ben niet helemaal goed voorbereid, zal ik eerlijk toegeven, omdat ik me gefocust heb op de rol van voorzitter, maar die is inderdaad niet helemaal goed gegaan. Het klimaatadaptatie. Oh, ik wil eerst even iets anders zeggen. Ik vind het wel heel belangrijk wat onze projectleider aan het begin zei over die winstwaarschuwing. Dus ja, het is heel mooi, denk ik, om ambities te hebben, maar het moet ook inderdaad wel betaalbaar blijven. En dat vinden wij als CDA in elk geval wel heel belangrijk. Wat klimaat betreft heb ik in elk geval die hebben we natuurlijk. Wat zeg je? Dat heb ik zo ook inderdaad ingebracht in de andere club, conform. Maar wat betreft het klimaat hoor ik de Heemraad in elk geval zeggen dat nog gekeken gaat worden of er inderdaad slimme combinaties mogelijk zijn. Hè? 4, 2, en hoe kunnen we in de samenwerkende rol wat meer doen. Wat bodemdaling betreft zitten wij tussen 2 en 3 en kwaliteit zitten wij ook inderdaad op 2, 3. Dus ja, een beetje vasthouden aan, wat, aan het huidige beleid, om het maar zo te zeggen. Dat is even voor nu even in het kort. Nou, als ik even mag, collega Driessen, dat sluit aan bij, denk ik, het beeld met alle nuances daarbij. Hè, en soms ook gewoon verschillende posities overal uit onze sessie. Dus dat is misschien prettig om dat aan u terug te geven. Dan geef ik hem weer even terug aan jou, collega Driessen, als portefeuillehouder vanuit het college. Nou, wat vanavond is gebeurd natuurlijk, ik denk als je de twee terugkoppelingen neemt, dat er best wel een lijn is uitgezet. Met alle nuances die er inderdaad bij horen. We hebben nog twee sessies te gaan over een elftal dagen. Daarna gaan wij, en dat heeft Tom van Put ook al aangehaald, de 18e met de stuurgroep weer bij elkaar zitten. Om eens te kijken van ja, en hoe gaan we dit nu verder vormgeven? Kunnen we het vorm gaan geven? Wat voor financiële gevolgen zal het hebben? En de opmerking, en dat haalde mevrouw Douwe van Trooswijk ook aan, en dat was een verzoek van de heer De Peuter. Of een voorstel van de heer De Peuter, zo was het, om dat ook eens na te denken om op de een of andere manier toch de commissie watersysteem nog even mee te nemen, zodat het integrale bekeken kan gaan worden. En die wil ik graag meenemen. Met andere woorden, we komen erop terug hoe we dat precies vorm gaan geven om juist ook recht te doen aan het voorstel wat de heer De Peuter heeft gegeven en wat ondersteund werd door anderen. Even terugkijken naar het geheel, ook als portefeuillehouder. Ik denk dat we de kans hebben gezien, in ieder geval heb ik dat in onze deelsessie mee kunnen maken, dat we toch openstaan voor elkaars meningen.
geen zware discussies geweest. Wel voldoende dingen meegegeven aan het college en ambtelijk apparaat. En daar gaan we graag mee aan de slag verder. En ik neem aan dat we, dan kijk ik ook eventjes naar het college. En ambtelijk, wellicht zijn er nog wat dingetjes die vanavond zijn geweest, die we de aankomende anderhalve week nog kunnen bespreken om de volgende keer een nog betere sessie te kunnen organiseren. Dat even als reactie voor Paul Dijkgraaf. Ja, dankjewel collega Driessen. Het lijkt me goed om met oog op de tijd om even te kijken of er nog nabranders zijn of vragen of suggesties. Wetende dat we nog een bijeenkomst hebben waarbij we de thema's waar we vanavond niet aan hebben geraakt met elkaar kunnen bespreken. Dat leidt inderdaad tot een vervolgvoorstel waarin we ook veel van wat is gezegd kunnen meenemen. En aarzel ook niet na vanavond, om tips die kunnen leiden tot een betere bijeenkomst 17 juni. Dat kan ook op de opzet gaan om die gewoon met de ondersteuning en het college natuurlijk te delen, want dan doen we daar eens voordeel mee. Ik zag de heer Daam in ieder geval met... Oh, ik druk nu op de chat en mijn scherm valt helemaal weg, maar ik ben er weer. De heer Daam, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, als ik even terugkijk naar onze sessie, dan... Wat me dan toch wel wat zorgen baart is, en dat werd vanuit CDA ook al aangegeven over het kostenplaatje. Over het algemeen wordt er heel veel ambitie uitgesproken. Het mag of gelijk of een schepje meer. Als we kijken naar de afgelopen commissievergadering, toen hebben we ook heel duidelijk aangegeven, of tenminste onze zorgen uitgesproken ten aanzien van de lastenontwikkeling. Er waren meerdere fracties die daar zich zorgen over maakten. En ik proef daar eigenlijk niet zoveel van terug in de discussie die wij gehad hebben. Ik denk dat we namelijk keuzes moeten maken. En de ene keer zal dat een plusje zijn, maar daar zal ook een minnetje tegenover moeten komen te staan. En ik mis die minnetjes eigenlijk in de discussie. Wij hebben daar een voorschot in gegeven door bijvoorbeeld, kunnen we niet wat magerder omgaan met de KAW-maatregelen? Ook in het licht gezien van andere maatregelen waar we wel een schepje bovenop willen doen. We zullen dat evenwicht beter moeten gaan zoeken. En ik heb dat nog vandaag in ieder geval niet teruggevonden. Dank u wel. En meneer Dame, wat voor goede orde, want daar wilden vast ook collega's op reageren. Want we hebben natuurlijk bij alle thema's ook de optie 1 in overweging gegeven. Maar bedoelt u dus dat we op het eind met elkaar ook, want dat is denk ik, sluit aan bij wat ik zelf ook inbracht, vanuit het geheel der dingen moeten we dan ook kijken naar ambities en financiële kaders? Of ja. Wilt u daar, ja oké, okay. Maar die belofte staat, want pas dan kunt u ook de ambities matchen met de middelen die dan daarvoor nodig zijn, dan wel die u daarvoor beschikbaar wil stellen. En dan weten we ook waar we ja of nee tegen gaan zeggen met elkaar. Ja, ik ben wel van mening dat we daar nu ook al over na moeten denken. Want als we allemaal heel veel ambitie uitspreken en daar invulling aan geven, ja, dan ja. Weet je bij voorbaat dat een ander kostenplaatje met zich meebrengt. Vanzelfsprekend. Maar dat was volgens mij ook vanuit de matrix voor een ieder helder. Dat de optie naar minder, die is ook gewoon helder in beeld gebracht. Alleen dat in een inhoudelijk gesprek heb ik maar een enkeling daar ook een voorzet voor horen doen. Maar goed, daar hoort er ook allemaal bij. Uiteindelijk gaan we kijken waar het ons brengt in het geheel. De heer Opschoor. De heer De Peuter hoor ik ook. Maar ik wilde eerst naar de heer Opschoor. Of is het aansluitend op... Aansluitend. En daar had ik toch graag uw opinie nog over. Is het toch niet zo de varianten die voorgelegd zijn? En ik heb dat in mijn commissie al geconcludeerd ook. Dat variant 1, dat we dan door de bagger zakken als we dat ter hand nemen. Om het zo te zeggen. Variant 4, bij voorbaat al. Een variant is waarbij we op een roze wolk leven. Nou, in dit tijdsgevricht kan dat ook niet. Dat we eigenlijk gedelegeerd zijn. En ik zie me echt het beste verschil niet tussen varianten 2 en 3 als het gaat over de besproken beleidsterreinen van vanavond, baggeren
en wapensysteem op orde. Ik heb het 3 keer zitten bekijken vooraf. Ik zie werkelijk de verschillen niet. Het blijft qua kapitaalsinject of investeringsvolume, kapitaalslasten, overige effecten, FTE's. Het blijft allemaal identiek. Ik zie echte verschillen tussen variant 2 en 3 niet. En ik heb in mijn commissie al gezegd, eigenlijk wisten we van tevoren al dat we daar terecht kwamen. Want 1 en 4 zijn not on. En daar heb ik een beetje moeite mee. Want vooral in mijn commissie is daar een woord. Want iedereen kwam een beetje op 3 terecht. Dat is mijn conclusie geweest. Bij als het gaat om baggeren en watersysteem op orde. Ja, en dat is dan toch een helder beeld? Of begrijp ik u niet? Nee, u begrijpt het niet. Maar ik wil daar ook weer niet te lang bij stilstaan. Ik heb al gezegd, variant 1. Dat is een variant, daar zakken we als waterschap door het ijs. Variant 4 is not on in dit tijdsgevricht. Bleef er eigenlijk al bijvoorbeeld al 2 en 3 het meest haalbare en betaalbare. En als ik dan kijk, de keuzes die er nog zijn tussen 2 en 3, zie ik totaal de verschillen niet tussen variant 2 en 3. En misschien kan dat ambtelijk ingegeven worden wat nou SEC de verschillen daarin zijn. Ik zie ze echt niet. Dan stel ik voor dat we ten aanzien van de specifieke vraagverschil tussen 2 en 3 op die thema's kijken of we daar nog meer inkleuringen kunnen geven, want dat kan helpen bij ook de vervolgkeuzes. Dat lijkt me een goede afspraak om te maken. Ik ga naar de heer Opschoon, want die had zich gemeld. Ja, dank u wel. Ik had me al gemeld naar aanleiding van de reactie van de heer Dame. En uw reactie daar weer op, voorzitter Dijkgraaf. En dat was het juiste antwoord. Dat we toch in de sessie bij elkaar komen waarin we dat soort zaken kunnen afwegen. Maar ook met een inkleuring waar verder de heer De Peuter ook nog mee komt. Wij hebben bij bepaalde onderwerpen toch wel de min-variant aangegeven. En ik vind het jammer dat andere fracties daar kennelijk de meeste niet, misschien wel over nagedacht hebben, maar die niet geuit hebben. En ik zou het toch wel erg waarderen wanneer, als we gas terug moeten nemen op een bepaald onderwerp, al dan niet in het licht van de haalbaarheid van alle thema's en het algemeen moeten bezuinigen, dat die min-varianten, de negatieve kant, duidelijk is van elkaar. In plaats van straks allemaal op een rij zien wat er nu vanavond geuit is, en dan wordt het variant 3, dat concludeer ik ook, en dan gaan we weer opnieuw in de discussie van waar moeten we dan gaan bezuinigen en hoe doen we dat. Dus mijn vraag zou eigenlijk zijn aan alle andere fracties, kunnen we jullie niet aangeven ook, en wij moeten dat ook nog bij een enkel onderwerp, geef ik toe. Wat is die fallback variant waar je het dan over hebt? Want we moeten reëel zijn, en dat is juist ook meneer De Peuter die weer een pleidooi daarvoor hield, of een verhaal erover hield in het watersysteem op orde. We moeten de realiteit onder ogen zien. Maar ik zie ook al op de chat, en dat zijn terecht reacties, dank de heer Opschoon, van we moeten de deelsessies niet overdoen. Want we zijn nu de beelden met elkaar aan het ophalen, argumenten wisselen. En daar waar behoefte is om ook meer helder te krijgen of het nou een variant 1, 2, 3 of 4 gaat, wat houdt dat dan in? Er zijn wel degelijk keuzes te maken. Ook ten aanzien van onze wettelijke taken, want die kun je dunner beleggen. Maar dat we als functionele overheid ook een aantal dingen gewoon hebben te doen. En dat de keuze daarmee, dus van wat je minder kan doen, ja, relatief beperkt is. Dat is denk ik ook geen groot nieuws. Maar ook daar kunnen we gewoon precies kijken. Kun je het met minder kwaliteit? Kun je temporiseren? Dat zijn gewoon bespreekbare opties. Ik geef het woord aan de heer Peren, die heeft zich gemeld. En de heer, ja, dat is geen vraag, maar de heer Peren van de PvdA. Ik zat even de andere chats te kijken. Ja, ik wilde heel even kort reageren op die bezuiniging. Natuurlijk, we zitten in onzekere tijden en daar moeten we zeker over hebben. Dat heb ik ook al eerder in een commissievergadering gezegd. We moeten dat heel goed monitoren, maar we moeten niet op de muziek vooruit. Maar als we nu al op de rem trappen, als elke overheidsinstantie dat nu gaat doen, weten we zeker dat we in een hele diepe recessie terechtkomen. Dus daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Ik denk dat we de zaak goed in de gaten moeten houden. En zoals u al eerder aangaf, van we kunnen ook met sommige dingen temporiseren, toch de taken goed oppakken. En daar moeten we gewoon heel verstandig mee omgaan. Maar om nu al te gaan kiezen voor een goedkopere variant
omdat we misschien in een hele moeilijke tijd terechtkomen. Het zal moeilijk worden. Dat moeten we gewoon goed in de gaten houden. Maar niet nu al daar de beslissing op baseren. Dat is mijn mening. Oké, helder. Ik zag ook nog de heer De Raaf en de heer Bikker. Die hadden zich in de chat gemeld. De heer De Raaf van Water Natuurlijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijk, ik denk dat we vanavond eigenlijk vooral aan het bespreken zijn hoe we onze vakantie willen inplannen. En dat iedereen zijn ambitie kan vertellen en kan vertellen wat hij leuk vindt. En dat we daarna dus eigenlijk nu, op dit moment, tot de conclusie komen dat we van alles alles willen. En dat we dus moeten gaan nadenken wat het financiële plaatje daarvan is. Of dat dan corona gerelateerd is of niet. Ten opzichte van de opmerking die onze groepsleider al gemaakt heeft. Ik heb, en daar wil ik toch nog wel wat kracht bij zetten. Ik vond het echt jammer dat we een deelsessie hadden voor watersysteem. Waarbij dus de hele commissie werd opgebroken. Ik heb een soort van moreel appel gehouden dat ik... Ik wilde mij gaan inzetten voor het waterschap, omdat ik me verantwoordelijk voel over het waterschap. En dan krijg je deze dossiers als watersysteem en vervolgens wordt het opgebroken. En kies je ervoor om bij baggeren en watersysteem op orde te zijn, maar kun je dus niet ook je dossierkennis inzetten op bodemdaling en waterkwaliteit. Daarom snap ik ook niet helemaal wat de volgorde is. En ik ben blij met het voorstel van de heer De Peuter om het dan in een extra commissievergadering te plaatsen. Maar we hadden voor bodemdaling al als watersysteem gevraagd voor een extra commissievergadering. Dus ik vraag me af hoe dat nu dan plaats gaat vinden. Of dat dan nog komt of dat het nu besproken is. Wat betreft waterkwaliteit... Daar nemen we eind juni in het AB een besluit over, want dat lag ter oordeelvorming in commissie watersysteem. Maar goed, daar hebben we dus nu opnieuw een plasje over gedaan. Ik begrijp van de evaluatie dat de varianten weer anders zijn dan wat we in de afgelopen commissievergadering hebben besproken. Dus dat verbaast me dan een beetje of verrast mij. En wat betreft baggeren, dat is vorige commissievergadering niet aan de orde geweest vanwege tijdnood. En dat is nu dus besproken. Maar is dit dan... die we vanavond hebben gehad, de eerstkomende vergadering die we dus hebben besproken over baggeren. En was dit dus dan de mening die we dan hebben als commissie watersysteem, terwijl we niet als volledige commissie watersysteem bij die deelsessie aanwezig waren geweest. Ik ben echt het spoor een beetje kwijt. En ik heb het al nu aan meerdere mensen verteld. En ik word gelukkig wel gehoord hier en daar. Maar... ik snap echt niet waarom we dus niet, als we het dan toch op twee avonden dit gaan doen, WBP op 8 juni en op 17 juni, waarom we dan niet commissie watersysteem op vanavond en op 17 juni hadden gezet, zodat gewoon in ieder geval de mensen die daar continu bij betrokken zijn en zich ervoor willen inzetten, er ook echt bij kunnen zijn. Of ze dan wel woordvoerder zijn of niet, dat maakt niet uit, maar het voelt voor mij heel gek dat ik dus aan één kant zit en niet weet wat aan de andere kant gebeurt. Terwijl dat ook de commissie is waar ik een soort van verantwoordelijkheid ook moet afdragen richting mijn fractie. Dat wilde ik toch echt meegeven voor de volgende keer, als het pas over 6 jaar. En ik zou dat ook graag toch duidelijkheid willen hebben. Wat dan nu, welke lijnen er nu lopen binnen de commissievergadering. Welke waarde heeft. Maar misschien is het goed, meneer De Raaf, want ik snap die vraag. Maar het WBP is natuurlijk elke 6 jaar kent dat zijn eigen aanloop. En daarnaast lopen er altijd in de commissies rondom dossiers natuurlijk ook gesprekslijnen. En uiteindelijk zijn we er zelf bij hoe we die laten landen in het WBP. Met welke ambitie, financiële kaders en anderszins. Maar ik snap dat als het helpt om dat nog eens even uit te lijnen en langs de commissies te leggen, de agendas, en daar wat overzicht in te bieden, dan kunnen we dat doen. Ten aanzien van uw andere opmerking, daar wil ik er wel even precies in zijn. Want het zijn de fracties die zelf bepalen wie ze naar welke avond afvaardigen en bij welke thema's mee laten praten. Dus de congruentie met de bemensing in de commissie... Daar gaat u gewoon als fractie zelf uiteraard over. Dus dat is toch wel goed, denk ik, om dat ook zo te duiden. Maar ik kijk ook even naar de heer Bikker, want die had zich ook gemeld.
Maar laten we afspreken, dat zullen we ook morgen in het college even mee terugnemen, hoe we nou recht kunnen doen aan de behoefte aan overzicht in dit proces. Van de verschillende lijnen. De heer Bikker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik merk nu dat we dan toch een beetje in een sfeer komen waar we het onlangs ook over gehad hebben. Toen heb ik gezegd, sommige mensen lopen door de snoepwinkel, stapelen de tas vol en aan het eind van de rit zijn ze de portemonnee vergeten. Ja, ik heb de beroerde eigenschap dat ik meestal ambities probeer op te bouwen en tegelijkertijd integraal, en onze fractie denkt daar ook in die lijn, integraal denkt wat de financiële consequenties zijn. En in die zin kan ik me redelijk voelen in de uitspraken van Jan op Schoor, dame, onder andere, en meerdere. We moeten inderdaad op dit moment geen crisisvariant samenstellen. Dat is te veel in mineur. Maar het is toch zeker wenselijk om de cretologie die we, dacht ik, allemaal zo'n beetje omarmd hadden, of een grote meerderheid in februari al, oud voor nieuw of nieuw voor oud, dus kortweg binnen de huidige budget kijken wat is er mogelijk. En er is veel mogelijk, ook de combinatieprojecten. Maar dan treed ik in herhaling, u hebt dat net al samengevat. Maar dat had ik iets meer ook liever benadrukt aan het begin. Budgetair neutraal, om te voorkomen dat we inderdaad in een crisissfeer komen en alles overhoop moeten halen. Dat was het, voorzitter. Dank u, meneer Bikker. Ik kijk ondertussen ook op de chat. Of ik nog mensen heb gemist. Want er wordt ook gewoon bevestigd wat anderen inbrengen. Ik heb het gevoel dat ik daarmee, in ieder geval iedereen die zich heeft gemeld op de chat, recht heb gedaan. Maar ik kijk ook nog even naar de schermen of dat zo is. En anders zet u gewoon even een microfoon aan. Want dan kunnen we misschien ook toe, met oog op de klok, naar een afronding met een paar conclusies. En die zijn er eigenlijk door uzelf al ingebracht. Er is behoefte aan, hoe verhoudt nou het traject van vandaag in 17 juni zich tot wat ook in een aantal commissies aan onderwerpen loopt. Hè? Bodemdaling is daarbij genoemd, onder andere. Het lijkt mij goed dat we morgen in het college dat gewoon nog even uitlijnen. Ik zag ook ambtelijk al, als het gaat om de KRW-berichten, binnenkomen. Als dat niet voor iedereen helder is, dan moeten we die route nog een keer in de memo goed schetsen. Dat is denk ik een heldere afspraak 1. Tweede afspraak, de metaforen die zijn gebruikt van vakantie en snoepwinkel, die ga ik niet herhalen. Maar het is evident dat als je met inhoudelijk betrokken mensen praat over ambities en de opgaven waar we in dit land voor staan en ook in ons werkgebied, ja, dan hè, mensen, u zit waarschijnlijk in een AB omdat u iets wil bereiken. Ja, dat is altijd een spannend event als het ook gaat om de financiële rek die we met elkaar willen opbrengen, ook indachtig de heffingen, de gevolgen van de heffingen. Dat moeten we gewoon onder ogen zien. Maar nogmaals, dat besluit kunnen we ook pas nemen. En u bent dus ook niet gehouden aan ambities die u heeft uitgesproken, totdat u gewoon het totaalbeeld heeft. Want dan kan het zijn dat u zegt van ja, maar dan willen we misschien toch een andere keuze maken dan we vanavond hebben ingebracht. Hè? Dus probeer daar ook ontspanning in te vinden, dat je inhoudelijk gemotiveerd gesprek kan hebben. En pas als de consequenties integraal in beeld zijn, daar ook als fractie een keuze in hoeft te maken. De heer van Straat van 50PLUS bracht dat zelf nog nadrukkelijk in. En bij deze ook dat voor iedereen bevestigd. En misschien ook nog even, maar dat ziet dat meer als een soort slotopmerking. Daar waar we steeds meer in samenwerking met partners, ondernemers, mede-overheden, maatschappelijke organisaties aan die opgave werken, wordt het ook steeds lastiger om, ja, dat is gewoon een realiteit, om de informatievoorziening, de voorspelbaarheid van onze inzet achter de komma, zeg maar, te monitoren. En het lijkt mij goed, dat hoeft vanavond niet, hoeft 17 juni ook niet, maar dat ook als een opdracht aan ons allen, het college voorop en de organisatie mee terug te nemen, wat dat ook gaat vragen. Ook in de informatievoorziening, want ik voel aan mijn water, om in watertermen te blijven spreken. Daar kom je er misschien niet met standaard rapportages, of daar moet je in ieder geval over na willen denken met elkaar. Maar dat is even de, nou ja, de bijvangst, zou ik willen zeggen, van deze
avond. Dus dan hebben we denk ik voor nu in ieder geval goed met elkaar gewisseld waar fracties staan ten aanzien van de verschillende thema's, ten aanzien van het vervolg en het overzicht bieden, een heldere afspraak. En laten we even het college eerst de informatie over de verschillende sporen goed in rij en gelid zetten, want dat is volgens mij snel gebeurd. En dan kunnen we ook het appel van wat is nou het moment om met een gelegenheidscommissie of met een extra commissie, dat is ook echt aan het presidium, kunnen we dan denk ik met elkaar de goede vervolgstappen zetten. En er is nog, kan het college ook de indeling voor de 17e bekijken, vraagt mevrouw Van der Kraan. Maar dan vraag ik even wat ze bedoelt en de heer De Peuter wil nog een reactie geven en dan kijk ik of we dan afronden kunnen. Mevrouw Van der Kraan. Ja, waarmee ik bedoel dat inderdaad, voor zover ik het heb bekeken voor de 17e, dat er ook onderwerpen van diverse commissies in één deelsessie bij elkaar worden gezet. Dus dat daar ook, wat meneer De Raaf ook aankondigde, dat als je in de commissie Waterketen zit, dat er ook onderwerpen uit de commissie Waterketen in een andere deelsessie voorkomen. Dus misschien is het goed om daar naar te kijken. Dat wou ik als tip meegeven. Anders krijgen we volgende keer dezelfde discussie, vrees ik. Ik geef u al mee dat we dat nooit voor iedereen naar tevredenheid kunnen doen. Want we zijn al van één avond naar twee avonden gegaan. Maar daar waar we het beter kunnen maken, gaan we dat natuurlijk doen. Maar dit is ook echt in overleg gebeurd met u allen, dus in ieder geval met fractievoorzitters. Ik kijk ook even naar de heer De Peuter, want u heeft zich ook nog gemeld voor een reactie. Als kan, graag kort. Zoals u gewend bent, omtrent het proces nog even, meneer voorzitter, en daar wil ik heel duidelijk in zijn. Ik respecteer als dat in het fractieoverleg presidium afgesproken is dat, en dat is een trendbreuk mijnerzijds, mijn zinziens vanuit het verleden, dat onderwerpen in een commissie opgesplitst gaan worden. Als dat de opmaat gaat worden naar de toekomst toe, dan ben ik het daar, wil ik het binnen mijn fractie nog eens een keer goed over hebben, want dan ben ik het pertinent in aansluiting wat de heer De Raaf ook ingebracht heeft. Dan raak ik het spoor bijster in welke commissie ik toch nog tot nut en doel ben. En dan positioneer ik mijn eigen daarin, want dan heeft heel het commissiestelsel geen enkel nut en doel meer. Dank u wel. Dat is een helder statement, meneer De Peuter. Ik denk dat we oprecht met elkaar hebben proberen te zoeken naar een manier om bij zo'n WBP, wat aan alle commissies raakt, alle fracties gelegenheid te geven de eigen inbreng goed te verzorgen. Maar laten we het ook gewoon evalueren en op waarde schatten. Daar moeten we altijd toe bereid zijn. Dan noem ik nog even tot slot de onderwerpen van volgende week. Dat zijn primaire keringen, biodiversiteit en waterketen, energie en klimaatneutraal en circulariteit. Dus dan weten we in ieder geval wat er die avond op de agenda staat. Ook eventuele nabranders, laat ze ons weten. Want ik wil toch ook wel afsluiten met, dit is toch wel een digitale werkvorm 2.0. Dat je zo soepel in deelsessies uiteen kan en elkaar dan weer kan treffen. Dat laat ook zien dat de techniek ook in deze tijd ons helpt. En we hebben niet iedereen individueel nu recht kunnen doen, maar volgens mij hebben we wel een mooi gedeeld beeld op de thema's die in het WBP relevant zijn. En daar kunnen we mee verder. En de 17e treffen wij elkaar wederom. En morgen in het college zullen wij terugnemen hoe wij meer overzicht richting kunnen geven als het gaat om hoe al die processen van de commissie en van het WBP zich tot elkaar verhouden, want dat helpt denk ik weer om overzicht te creëren en rust te brengen. Is dat voor nu voldoende om tot een afronding te kunnen komen? Ik zie heel veel instemmend geknik. Dan wens ik u allen een fijne avond. Dank voor uw bijdrage en uw volharding om ook in deze coronatijd uw bijdrage te blijven leveren. En dat treffen wij een groot deel weer de 17e, maar waarschijnlijk ook een aantal van de collega's weer. Tot ziens!